Chips, nootjes, bier. Chips, nootjes, bier. Chips, nootjes, bier. Goedenavond, het is 9 uur, het is donderdag en dat betekent dat de enige kroeg in Nederland die open mag ook daadwerkelijk geopend is. Welkom bij Chips, Nootjes, Bier en uiteraard hebben we weer een speciale gast. Hij is ontzettend rood, een socialist. Hij zit al 16 jaar in de Kamer en al 4 jaar daarvoor zelfs nog als senator. Hij schrijft, hij is gepromoveerd, hij is filosoof, maar hij gaat er wel mee stoppen, althans in de Tweede Kamer. Dames en heren, hebben we wederom een SP'er aan de bar. Handjes op elkaar voor Ronald van Raak. Enthousiasme straalt vanaf. Dag Ronald, welkom. Dag, hallo. Leuk dat je er bent. Ja, met alle plezier. Ja, je woont in de buurt ook in Amsterdam. Ja, lekker op de fiets. Maar je bent geen Amsterdammer, je bent een Limburger, toch? Nou, dat vind ik nou niet aardig. Nee? Een Brabander. Een Brabander? Brabander uit Hilvarenbeek. Twee Brabanders aan de bar. Ik dacht dat jij een Limburger was, joh. Hoe kom ik daar dan bij? Ja, dat weet ik niet, waar jij dat vandaan hebt. Nee. Brabant, dat is mooi centrum. Midden-Brabant, onder Tilburg, aan de Belgische grens. Aan de Belgische grens. Ja. En je zit al 20 jaar in het vak, zeg maar, senator geweest. 16 jaar in de Tweede Kamer, je stopt ermee. Ja. Vind je het mooi geweest? Nee. Nee, ja, het is... 20 jaar is lang, dus... ik sta telkens op de lijst voor de verkiezingen. En dit jaar vroeg ik ook aan mijn vrouw van... Goh, wat vind je? Moet ik aan de lijst? Of moet ik op de lijst? Moet ik solliciteren? En ze zei van... Ja, als je twijfelt, dan heb je al een antwoord. Dus, bij twijfel niet doen? Bij twijfel niet doen, nee. Dus als zij zei van, ja, Ronald, als jij twijfelt, dan moet je het niet doen. Maar waarom twijfel je? Nou, omdat, om een aantal redenen. In tegenstelling tot wat wel eens wordt gedacht, is het echt heel zwaar. zeker als je het op een manier doet zoals ik het wil doen. Je moet zelf onderzoek doen. De hele dag met media te maken. Netwerken bouwen. Het is gewoon echt zwaar werk. En als je dat al die jaren doet, je hebt geen privéleven. Dus dat telt op. En ik vind ook de manier van Kamerlid zijn, hè, dus onderzoek doen, met klokkenluiders bezig zijn, grote zaken aanpakken. Daar is in de Kamer ook steeds minder de mogelijkheid voor. Het is toch steeds meer scoren. De logica van de media, quotejes. En dan sta jij weer bij de patatbalie. Met alle plezier, maar dat moet het niet alleen zijn. En dat dreigt het vaak. Er zijn te veel dagen dat ik daar te veel mee bezig ben. Ja, dan loop je tegen te veel dichte deuren die je niet open krijgt. Nee, ik wil gewoon nadenken. Ik wil ook gewoon schrijven. Ik wil ook gewoon onderzoek kunnen doen. Ik wil gewoon misstanden boven tafel krijgen. Hè. Er zijn dingen waar ik 10, 12 jaar mee bezig ben geweest. Laat bijvoorbeeld met de atoomspionage, die Pakistaanse spion van Abdul Khan. Pakistan heeft een atoombom kunnen maken omdat ze dat in Nederland die informatie hebben kunnen stelen. In Albalo bij Urenco. Ze hebben dat verkocht aan Noord-Korea, ze hebben dat verkocht aan Iran en aan Syrië. Dat is een heel groot onderwerp. Het feit dat Pakistan, een islamitisch land, een atoombom heeft, dat... Die informatie naar Iran is gegaan, die een atoombom aan het maken is, met informatie die bewust gelekt is vanuit Nederland. Nederlandse bedrijven die daar bewust materiaal aan hebben verkocht. Ja, dat is een heel groot schandaal. En dat is niet. Daar moet je gewoon heel veel tijd en energie in steken. En dat lukt dus steeds lastiger, wordt het, zeg ja, je. Ja, dat wordt lastig. Dat is een van de onderwerpen ook die we gaan bespreken. Sowieso de democratie, je referendumwet die je een nieuw leven hebt ingeblazen. Ja. Het komt allemaal voorbij, ook je band met de media. Moet alleen altijd wel even de baas van de hele toko voorstellen. Oh ja. En, want die zit er nou een beetje bij. Meneer, mag ik wat zeggen? Hey, meneer, mag ik wat zeggen? Waar. Dames en heren, de handjes op elkaar voor Bart Nijman. Wel even hardop zeggen dat ik zelf niet degene ben die wil dat ik als baas word aangekondigd hier. Oh, ja, wil je maak moet je weer gewoon sidekick noemen? Ja, ze mag ook. Liever. Okay, maar Bart heeft een bril. Ik heb een bril, ja. Bart heeft een bril, jongens. Ga je me nou pesten met mijn nee, bril? Nee, nou ja, je hebt nog wat te goed vanwege mijn kapsel. Had je die ook niet bij je kunnen laten liggen, dat snap mij. Ik ook wel weer. Maar, dan moet je bij je kapsel zijn, niet bij mij natuurlijk. Nee, nou voor de opmerkingen wel. Maar hij staat je goed. Nou, dankjewel. Dus intelligent. Welkom aan de bar. De eerste vraag is eigenlijk altijd, wat wil je drinken? Een biertje, een echt biertje. Ja, nee, ik had natuurlijk dat vraag vooraf. Dus ik heb wat zwaars voor je meegenomen.
je hoeft hem ook niet helemaal op te drinken. Maar het leuke van deze, ja, de trappist, het is een kwadruppel. En hij, hij heeft een hele lekkere afdronk die je echt heel erg doet denken aan, aan een mooie, volle, rode wijn. En ik denk dat je dat erg lekker vindt. Ik heb er gisteren ook al even van geproefd. Want je moet natuurlijk altijd wel even weten wat je de gasten voorzet. Anders kun je... Ik heb daar tamelijk lekker op geslapen. Ja, ik vind, ik vind donker bier vind ik wel... Donker bier vind ik wel mooi. Ja, wij hebben niet zulke mooie glazen als Ronald. Maar je bent dan ook onze gast. Wel mijn favoriete merk. Welkom in dit zuurrechtse mannenbolwerk. Eerste gast. Proost, Ronald. Proost, jongens. Leuk dat je er bent. We beginnen altijd even met het nieuws van de dag. En de nieuws van de dag is de vaccinatieplicht. En die gaat je onder andere waarschijnlijk verbieden, althans dat proberen ze, om bijvoorbeeld overheidsgebouwen binnen te lopen. Dan is het best lastig om een paspoort aan te vragen. Bart, je hebt daar veel over te vertellen. We hebben een klein instartje van Wilders. Zullen we daar eerst even naar kijken? Mag ik eerst een stukje naast aanbrengen? Ja, mag ik het aanvragen? Er is een discussie over een indirecte vaccinatieplicht. Er is nog geen vaccinatieplicht afgekondigd. Nee. Nee, maar dat is wat ze willen. Wat ze er is een geitenpaadje in de spoedwet om toch wel mensen misschien min of meer iets te veel te forceren. Maar laten we eerst even naar het instartje kijken. Instartje 1, alsjeblieft. Dit wordt niet alleen dynamisch, dit wordt denk ik een van de belangrijke debatten van de komende tijd. Ja. Want heel veel mensen zijn, en ik begrijp dat ook, ook heel blij dat er een vaccin is. En ik denk ook dat het de minister vrij staat. Misschien vindt hij dat zelfs een taak om dat te bevorderen als hij gelooft in die groepsimmuniteit. En ook dat gun ik hem. Maar ik vind ook, en gelukkig hoor ik daar niet zo heel veel verschil met de minister, dat uiteindelijk het altijd de mensen zelf zijn die dat besluit nemen. Dus ik ben ontzettend blij dat u, dat heeft u ook eerder gezegd, zegt geen dwang. En gisteren heeft u zelf gezegd geen dwang of drang. En dwang betekent dat u het niet gaat verplichten, hulde daarvoor, maar geen drang betekent ook dat u het niet indirect verplicht. En volgens mij heeft u dat net ook gezegd. Dus als mensen uiteindelijk voor de afweging komen, zelf, de integriteit van hun eigen lichaam, als zij zeggen van nou ja, ik vind dat om wat voor reden dan ook, en nogmaals aan u om ze te overtuigen om dat wel te doen, maar als ze uiteindelijk toch zeggen ik wil het niet om welke reden dan ook, dan moeten zij daarin niet gerespecteerd worden, maar dan moeten zij ook daarin gelijk behandeld worden als die mensen die er wel voor kiezen. Dat is denk ik de kern van de vraag. Dan kunt u altijd nog over pleeghuizen en uitzonderingen en ethisch kader. Ik juich dat toe. Ja. Mijn vraag is, maar dat komt, maar de basisregel moet zijn geen dwang, geen drang, geen plichting, geen verplichting, maar ook niet indirect. En dat betekent dat je mensen ook niet benadeelt als ze het niet doen of bevoordeelt als ze het wel nemen. Bent u dat met mij eens? Ja, dat ben ik met u eens. Nou, voor het eerst een heel kort en duidelijk antwoord van Hugo de Jonge. Ik denk dat het wel gunstig afgeknipt is daar voor Hugo de Jonge. Ja, zijn werkelijke antwoord zal wel een stukje langer zijn. Dat denk ik ook, ja. Maar, en ook een zeer genuanceerde bijdrage van de heer Wilders, vond ik. Mag ook wel eens gezegd worden. Mag ook wel eens gezegd worden. Maar, ik denk dat hij daar de essentie te pakken had. We hebben een spoedwet nu die, nou ja, laten we zeggen, wat mogelijkheden verruimt voor de regering om in te kunnen grijpen, om coronamaatregelen te kunnen afdwingen, instellen, et cetera. Daarin is vrij expliciet opgenomen of duidelijk gezegd dat er geen vaccinatieverplichting zal komen als er straks een vaccin komt. Vaccins worden begin volgend jaar verwacht. Hoera, hoezee, hoe sneller, hoe beter. Maar er werd in het debat van gisteren, woensdag, werd er toch door zowel Heike Veldman, VVD-Kamerlid, als door premier Rutte gesuggereerd dat er een soort geitenpaadje is naar een indirecte vaccinatieplicht door bijvoorbeeld overheidsgebouwen, publieke ruimtes af te grendelen, niet toegankelijk te maken voor mensen die nog niet gevaccineerd zijn. En dat, dat vind ik zeer problematisch. Ja. Dat lijkt me zeer problematisch. Ook, want als de overheid moet toegankelijk zijn voor alle burgers, is ook verplicht volgens mij om alle burgers gelijkwaardig te behandelen, mag niet onderscheid maken op deze gronden. Kan ook vanuit privacyoverwegingen niet eisen van jou dat je laat zien of niet laat zien dat je wel of niet ingeënt bent. En ik denk niet dat mensen, je ziet de vaccinatiebereidheid is procentueel wat gedaald de afgelopen weken. Maar ik denk dat als het vaccin eenmaal komt en het blijkt te werken, dan zullen mensen heel graag en in voldoende aantallen zich wel willen laten vaccineren. Maar we weten nog steeds niet precies wat corona is en wat het wel of niet doet. We weten wel dat een groot deel van de Nederlandse bevolking of van de bevolking niet per se vatbaar is of niet veel last van zal hebben. En we weten ook nog niet
wat dat vaccin gaat doen, wat voor bijwerkingen er eventueel willen zijn, of dat voor bepaalde groepen effect heeft. En toch wordt er nu al gesproken over een mogelijke indirecte vaccinatieverplichting. Nou, dat heeft ook een reden. Kijk, het mag niet verplichten, want het strijdt met de grondwet. Maar dat hoor je vaker in deze coronatijd. En dan laten ze iets vallen. He, dan zegt zo'n VVD-Kamerlid zegt iets. Moet. En dan kijken ze van, nou, wat zijn nou de reacties? Mm-hmm. Wat zijn nou de reacties in de samenleving? En dan heb je natuurlijk meer marketing dan politiek. Mm-hmm. Maar dan worden er dus wat dingen genoemd. En af en toe hoor je de premier zeggen van, ja, we overwegen om een avondklok. Nou, dan kijken ze eens aan van, nou, als er een beetje tegenstand komt, dan gaan we het eens overwegen. En als het hele land op zijn kop staat, dan doen we het misschien niet. Maar dat weet ik. En zo ging het ook een beetje in het allerbegin toen Rutte het woord groepsimmuniteit liet vallen en het hele land op zijn achterspoot stond eigenlijk. Ja. Toen was het vrij snel uit het narratief verdwenen. Terwijl het nog steeds wel een beetje de VVD-strategie lijkt te zijn. Een andere discussie, maar vind ik niet een hele rare strategie. Maar het feit dat ze nu, ook al is het een proefballon, ook al is het Kees Berghuis die zegt laat het eens vallen, want het is altijd Kees Berghuis bij de VVD die dat doet, dan nog is het natuurlijk wel een goed idee, vind ik, om dan heel hard te roepen, dat gaan we dus mooi niet doen, vrienden. Nee, klopt. Want ik ben er wel sterk tegen dat er dat soort onderscheid wordt gemaakt. Terwijl ik tegelijkertijd ook vind dat als er een vaccin is, dat zoveel mogelijk mensen er goed aan doen om zich wel te laten vaccineren. Het is een strijd met de grondwet, dus einde oefening. Maar hoe zien we het dan voor ons als die hele grote groep van 40% van de mensen die zich niet wil in? En hoe zien we dat voor? Gaat dat dan wel lekker kruis door elkaar lopen? Gaan die wel naar een festival straks? Maar die groep wordt geen 40%. Ik denk dat uiteindelijk gewoon 80%, misschien wel 90%. En dan zit je aan die groepsimmuniteit. En dan kunnen we weer gewoon de Polonaise lopen met z'n allen. Ja, dat denk ik wel. Zeker als het begint met de meest zwakke en de meest kwetsbare en de oudste, die zoals nu ook met de griepprik ieder jaar, dat die als eerste of ieder jaar opgeroepen worden. Die... Wat je terecht zei volgens mij hoor, tenminste dat is wat je bedoelt. Als je voortdurend dit soort dingen zegt, hè, dit soort, we gaan het toch overwegen om het indirect verplicht te stellen, we gaan een avondklok en dit dat. Dan zie je ook dat mensen minder snel geneigd zullen zijn om het te gaan doen. Dus dan heb je kans dat de groep die zegt van ja, maar... Als het moet, dan doe ik het niet. Ja. Ja. En als de mensen het gevoel hebben dat ze de eigen keuze gemaakt hebben, dan doen ze het misschien niet. Dat ben ik een beetje eens hoor. Dan denk ik dat de meeste mensen daar wijs genoeg voor zijn. Vanuit een volksgezondheid oogpunt snap ik het echt wel. Maar vanuit een grondwettelijk oogpunt, echt grondrechten worden pas getest als ze echt een beetje onder druk worden gezet. Ja. En ze moeten dus op het moment dat ze onder druk komen, moeten ze wel overeind blijven. Want wat heb je er anders aan? Ja. En in die coronatijd worden achtereenvolgens wel meerdere dingen toch een beetje op de rand van die zeephelling. Niet echt op de zeephelling. We zitten niet in een dictatuur. We gaan ook niet naar een dictatuur. Wat sommige mensen wel roepen. Maar er staan wel een paar dingen een beetje op de rand van de zeephelling. En ik denk dat als er eenmaal één dingetje over die rand heen glijdt, ja, dan volgt het volgende en dan volgt het volgende. Ik vind een alcoholverbod na 8 uur, vind ik persoonlijk al absurd. Ja. Maar ja, god, ik denk ook dat het een nutteloze regel is. Dus dat is een deel van de absurditeit. Dus hier geldt hij niet hoor, het alcoholverbod na 8 uur. De verkoop, et cetera. Maar dat is dus mijn punt. Onder druk moeten juist die grondrechten bewaakt blijven. Daar zijn ze voor. Precies. Ja, die zijn er niet voor de goede, maar voor de slechte tijden. Ja. 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 Maar die noodwet, daar was heel veel weerstand tegen. Ja. Daar is de oppositie toch best wel wat binnengehaald. Die is wel aardig aangepast. Ben je enigszins tevreden? Wat klopt er nu op dit moment niet aan? Nog steeds. Kijk, we hebben een parlementaire democratie. Dat betekent dat het parlement het eerste en het laatste woord heeft. Dus als er een crisis is, dan komt het kabinet... De minister komt naar de Kamer en die zegt... Kamer, het is crisis, ik wil dat en dat en dat doen. En dan zegt de Kamer, nou, dat is een goed idee. Doe je best. Of de Kamer zegt, nou, die doen we niet. En nu is het zo, nog steeds, dat de minister een maatregel kan nemen... en dan de Kamer dat naar de rand kan terugdraaien. Dus dat is een stuk beter dan het was. Want in het eerste plan kon de minister gewoon zeggen... het is crisis, dit gaan we doen. En dan kon de Kamer op zijn kop gaan staan. Nu kan de Kamer het weer terugdraaien. Maar ik vind dat nog steeds niet passen. Want ja, we hebben het net over grondrechten. Ik heb het dan ook over parlementaire verhoudingen. Nee, het parlement, dat is de plek waar het eerste en het laatste woord is. En deze wet is handig voor ambtenaren. Maar ik vind hem nog steeds schuren met onze parlementaire democratie. Oké, goed. Mee eens ook wel, denk ik, toch? Het is wel verbeterd. Wat meteen een beetje mij opkomt, is artikel 68... waar heel veel over te doen is geweest de afgelopen jaren eigenlijk al... over de informatierecht van de Kamer. Ja. Dat
vaker niet dan wel met voeten getreden lijkt te worden. Ja, dat heb ik zelf ook erg veel ervaring mee. Ja, en ook dat is ook een stokpaardje van Omtzigt bijvoorbeeld en van anderen ook. En er ligt een motie van 150 tegen 0 dat die artikel 68 beter uitgevoerd moet worden. En Ollengren weigert gewoon die motie uit te voeren. Ja. Minister, als minister van Binnenlandse Zaken. Dat vond ik wel wat hoor. Daar zit een heel gevoelig punt nu in de informatiestructuur en in de controlefunctie van het parlement. En dat als je dan ook nog spoedwetten, noodwetten, die inderdaad zich meer op ministeries en ambtenaren richten dan op controle van de macht. Dan, dat voelt gewoon allemaal niet zo lekker. Nee, duidelijk. We hebben ook nog wat nieuws van de week en eigenlijk ook al nieuws van vorige week. Maar dikke kans dat volgende week ook nog steeds gewoon nieuws is. En dat is, en ik kies even voor de woorden nummer 9 van GroenLinks, omdat ik die naam maar niet uit mijn strot krijg. En dat bedoel ik helemaal niet racistisch verder. Maar de nummer 9 van GroenLinks, die was voorzitter, of die is zelfs dan voorzitter van een stichting Femiso. Leuke, hippe, jonge moslimvrouwen. Die schijnen weer banden te hebben met moslimbroederschap. Dat is nou niet zo'n heel fijn clubje. Die zijn in Egypte zelfs al verboden. En daar zijn nog wel wat vragen over gekomen. Daar had ik ook Jesse Klaver voor mijn camera staan. Maar iedereen kent het wel een beetje. Heb je het een beetje gevolgd? Ja, tuurlijk. Ja. Timon Spartacus die heeft heel dossiers aangelegd over alle kruisverbanden en dwarsverbanden tussen moslimbroeders en Femiso en wie wat waar. En meisje, de jonge dame, Boukhtar Bouchaklit heet ze. Bouchaklit. Plaatsdelict heb ik ervan gemaakt in mijn hoofd. Maar die schijnt ook nog dochter te zijn van een belangrijke, prominente moslimbroeder, et cetera. En ja, GroenLinks reageert er gewoon een beetje raar op. Want als die kunnen gewoon zeggen, nou ja, als ze daar zaken mee doet of mee zit, ja, prima wat ons betreft. Ja, alleen, in plaats daarvan zijn ze heel erg bezig bij GroenLinks om het te ontkennen, te weerleggen en om de schuld bij de boodschapper te leggen. Karel Brendel, de blogger die het als eerste opschreef, wordt als een soort rechtsfascist neergezet, terwijl het gewoon een oude linkse SP-stemmer volgens mij notabene is. Ja, maar de grap is natuurlijk, of het aparte natuurlijk, is dat het gewoon in haar biografie staat, zeg maar, op haar eigen website, dat de kandidatencommissie van GroenLinks dat niet vermeldt. Vervolgens in de eerste reactie verweld naar een verklaring op Femiso zeggen, nee, we hebben niks met de moslimbroederschap te maken. Daar klopt geen zak van. Nou, dan kom je Jesse Klaver in de Kamer tegen. En dan wordt het hakkelen, stotteren. Ik heb er een klein stukje uitgepakt. En dit is de reactie van Jesse Klaver voor mijn camera afgelopen dinsdag. Die komt er niet helemaal lekker uit. In stakje 2, alsjeblieft. Waar u mij naar mag vragen is naar Kautar. Ja? En wie zij is en waar zij voor staat. En dat heb ik zojuist gedaan. Dat doe ik bij u nu weer. Maar het is een progressieve vrouw. Dat is wat ik erover te zeggen heb. Ja, maar goed, als iemand dus dat soort dingen doet, dus een trainer geeft bij Miligeurus, een bestuur zit van een organisatie waarvan onderzoeken aantonen dat die nauwe banden hebben met een moslimbroederschap, dan tekent dat zo'n vrouw ook. Dan is dat ook de persoon die ze is. U zegt, ze verft dat ver van. Ja, dat is wel makkelijk om dat nu te zeggen. Nou, dat zegt u dat makkelijk is. Dat doet ze. En daarmee zegt ze, ik heb daar niks mee. Het is een jonge vrouw met die groene en linkse idealen. Ze heeft bij deze club gezeten. Dus ik snap ook nog, ze heeft bij Femiso gezeten. Dus ik snap ook dat de vragen reizen. Het enige is, als zij vervolgens zegt, ik heb daar niks mee, ik werp het verre van me. Ja, dat is altijd wel heel makkelijk, zou ik ook zeggen. Want het is ook altijd zo, mensen die bij moslimbroederschap hebben gezeten of zitten, die lopen er niet mee te koop. Maar waarom zou je dat zeggen? Als je kijkt naar wat zij de afgelopen jaren heeft gedaan. Het is toch heel makkelijk waarom je dat zou zeggen? Omdat je plekje nummer 9 wil bewaren. Waarom zou je anders bij GroenLinks gaan zitten? Dan kan je beter op een andere manier bij andere partijen zitten. Zit bij GroenLinks, hè? Van alle partijen die je had kunnen kiezen, per definitie bij GroenLinks? Nee, bij GroenLinks, want ze is een GroenLinkser. Dan nog kan zij toch ook een agenda hebben, misschien wel een dubbele agenda. Rijst er bij u geen enkele twijfel dan, u vraagt dan. En dan vertrouwt u op haar blauwe of donkere ogen of wat dan ook? Wij hebben haar bevraagd, wij hebben gekeken naar wie zij is. En wij zien bij haar, nogmaals, dat ze voor emancipatie staat, voor vrijheid, die groene en linkse idealen deelt. En ze heeft zelf aangegeven dat ze de ideeën van de moslimbroederschap verre van zich heeft, dat ze er niks mee te maken heeft. En als u dan zegt, vertrouwen wij dat? Ja. Nou, klein lesje naïviteit van de heer Klaver. Vraag het gewoon aan iemand. Joh, heb je net je buurman vermoord? Nee joh, oké, prima. Doorlopen, niks aan de hand. En dat ze zich verre van zich werpt, gedachtegang van moslimbroederschap. Dat is best raar als je ermee samenwerkt. En dan kun je afvragen, hoe modern en geëmancipeerd ben je? Meneer Van Raak, is dit ook democratie? Dat je gewoon zegt, kom maar lekker binnen met je knecht. Weet je, echt...
Als mensen erop stemmen, ja, en die willen iemand in de Kamer hebben die het gedachtegoed van de moslimbroederschap aanhangt. Ja, over de kandidaten van GroenLinks ga ik niet. Nee, ik vraag het ook heel algemeen. Gaan de leden over. Wat ik wel gezien heb in de afgelopen jaren is dat extreme salafisten heel veel ruimte hebben gekregen. We hebben heel veel moslims in Nederland. Die vinden het ontzettend fijn hier in onze vrije democratie. Maar je hebt ook salafisten en die zijn heel erg op de voorgrond getreden. Ook omdat ze door politieke partijen, door overheden aan tafel zijn gevraagd. Ja. Wij hebben natuurlijk een polder. Hè? We zijn een polder, dus ja. Wij willen graag vertegenwoordigers van groepen spreken. Die brengen we bij elkaar. Nou, de moslims in Nederland zijn ongelooflijk divers. Die komen uit allerlei landen, allerlei stromingen. Maar er is één klein clubje wat heel goed gefinancierd is vanuit het buitenland. Heel goed georganiseerd is. Heel mondig is. Heel goed de wet kent. En dat zijn die extreme salafisten. Ja, en die hebben een hele belangrijke positie gekregen in onze polder. Soms ook subsidierelaties en zo. En ja, dat in een paar jaar geleden ben ik ook wel eens in een nogal radicale moskee geweest. Die hadden een politiek debat. Welke was dat? Ik weet de naam nu niet precies. Maar daar stelden we vragen aan een PvdA-kandidaat. En toen kregen we van de bestuurder te horen dat dat hier niet de bedoeling was. En dan hingen ook PvdA-posters. Toen heb ik ook gezegd van, ik weet dat de islam vele stromingen heeft, maar deze PvdA-stroming die kende ik nog niet. Maar er is gewoon te veel met dit soort mensen gewield en gedeeld. En dan weet ik niet of dat bij deze mevrouw, misschien is ze een fantastische GroenLinkser, ik weet het niet, kan ik niet beoordelen, wil ik ook niet beoordelen. Meer in het algemeen denk ik dat we wat minder naïef moeten zijn in de omgang met dit soort organisaties. Ja, ja, want je kon je als eenling samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders noemen. En dan was je een groep die namens de Marokkanen sprak. Ja, ja. Ik verwijs nu rechtstreeks naar Farid Azarkan, die daar ooit bijna in zijn eentje namens alle Marokkanen in Nederland. De vraag is natuurlijk wel, iemand is salafistisch en die hangt dat gedachtegoed aan, en komt er openbaar voor uit, wil bij wijze van spreken een politieke partij beginnen of gaat bij jullie of bij GroenLinks op een lijst staan, wordt vervolgens gekozen desnoods met voorkeurstemmen. Is dat democratie? Moeten we dat accepteren? Ja, natuurlijk. Ja? Iedereen mag zich kandidaat stellen. Nee? En zolang mensen zich aan de wet houden, is er niks aan de hand. En dat is het ook, dit soort, nog helemaal los van deze mevrouw van GroenLinks hoor. Maar als het gaat om extreme salafistische organisaties, zie je dat naar buiten toe vertegenwoordigers altijd precies binnen de lijntjes kleuren. Je moet zelf goed op. Maar aan de andere kant hebben ze natuurlijk heimelijk een heel andere organisatie. Waar ze jongeren begeleiden. Vaak nog met subsidie. Mensen die een jongeren die een haltstraf krijgen of zo. Die krijgen heel andere verhalen te horen. Ja. En die worden wel degelijk opgezet tegen onze vrijheid en tegen onze democratie. Ja. En die gaan dan gebruik maken van die democratie om hun... Ja, Of dat die mensen zijn, weet ik niet. Ik ben er altijd erg voor. Kijk, je hebt partijen die zeggen van, goh, we willen veel hippe mensen van buiten binnenhalen, want dat is goed voor onze partij, dat is vernieuwing, kunnen we stemmen binnenhalen. Ik ben er altijd erg voor dat je mensen op de lijst zet die zich bewezen hebben, die je kent. Die ook al een hele tijd in een partij meedraaien. Dan weet je ook beter wat je in huis hebt. Dat wil niet zeggen dat het nooit misgaat, want ook dan kan het nog mislopen. Dat kan ik wel zeggen. Ik heb bij de SP ook wel eens eentje. Ja, precies. Maar over het algemeen kennen wij onze kandidaten. Deze week nog. Ja, de zolderkamer komen in. Ja. Wat een lekker bruggetje, Bart. Wat ben je lekker bezig vandaag, jongen? Heb je er zin in? Nee, echt, de zolderkamer communisme. Ja, ja. Communisten. Ja, jullie hebben er een aantal gerooieerd. Ja. Vertel eens. Ik vond de term wel leuk bedacht. Ja. Zolderkamercommunisme. Die vond ik ook. Wat bedoelen ze ermee? Nou, we krijgen veel leden de laatste tijd. Dat is goede nieuws. Daar zitten ook mensen bij die jong zijn. Hartstikke leuk. Maar even onderbreken, want deze leden zitten er al een tijdje bij. Hè? Ja, sommigen die zitten er al een hele tijd bij. Die hebben ook al eerder in het verleden zijn die al gerooieerd geweest, geloof ik. Oh, ja. Die mochten weer terugkomen. We hebben erg autonome afdelingen. Dus, we zeggen, dan is het niet echt royeren. Nee. Het is gewoon schorser, noemen we dit dat. Dit zijn mensen die... Kijk, SP is een praktische partij. We zijn heel theoretisch, we hebben een beginselen, maar we zijn uiteindelijk een praktische partij. En dit zijn mensen die hebben allerlei theorieën gelezen. Daar ben ik erg voor. Ik ben filosoof. Ik ben erg voor als mensen allerlei theorieën lezen. Maar als je dan concludeert dat we arbeiders, milities moeten gaan oprichten en zo. Ja, dat dan ben je even van het padje. Dat mag. Je mag een communistische partij oprichten, maar wij zijn een socialistische partij. Dat is een andere partij.
Het kan niet allebei. Nee, maar je hebt die jongens gezien. Kende je een paar van die jongens? Ik ken er niet veel van deze, nee. Maar weet je in welke stroming van het communisme hangen ze dan? Zitten ze hier in het marxisme, maoïsme, trotskisten, wat zijn het? Ik weet het niet. Toch meer zolder, denk ik. Ja, zolder, ja. Er zijn al twee communistische partijen in Nederland. De NCPN, ja? En de VHC. Ja, horen we nooit wat over. Dus ja, dat heb je vaak met communistische partijen. Je hebt vaak communistische eenheidspartijen, maar dan 2, 3, 4 naast elkaar. Ja, het is een soort kerk. Hè? Je hebt 10.000 verschillende stromingen. Het is erg gereformeerd, ja. Ja, inderdaad. Grappig is trouwens, die Gus die ertussen zit, die kale ska-liefhebber, die noemt zichzelf voor mij een marxist en hij werkt bij de McDonald's in Utrecht. Kijk. Nou, dat vind ik toch wel heel leuk. Dat staaft wel het zolderkamercommunist aspect van zijn... Ja, of hij heeft gewoon het van binnen leren kennen, dat kan natuurlijk ook. Dat is waar, ja. Dat kan ook gewoon zijn dat hij gewoon heel chagrijnig is over het feit dat hij... Iedereen mag lid worden, iedereen mag kritisch zijn, iedereen mag alles vinden, maar je mag niet... Ja, mag dat? Want als je het boek van Sharon Gesthuizen leest... Maar dat boek ging ook veel over Sharon Gesthuizen zelf. Ja. En verder met alle respect. Maar deze jongens en meisjes, ja, ze moeten vooral doen. Geweld, ik hoop, ze moeten niet tot geweld oproepen. Ze moeten het vooral ook niet gaan doen. En dit soort fratsen, ja, als je een communistische partij wilt zijn, het mag in dit land, doe het vooral. Maar wij zijn geen communistische partij. En toch hangt altijd die zweem van maoïsme, van het communisme over jullie partij heen. Ja. Hoe komt dat toch dan? Ja. Nou, kijk, niet om onze waarde gast off the hook te laten of zo. Maar ik heb dat gevoel dus eigenlijk al heel lang niet meer bij de SP. Nee, maar wij zitten misschien wel dichterop. En dit is wel altijd een dingetje. Vrij veel geld inleveren. Ja, dat wel. Hè, want je houdt €2500 netto over. Als Kamerlid krijg je, geloof ik, uit mijn hoofd iets van 6500 netto. Ja. 6000, 6500. En wij houden iets van 29. Oh, jullie hebben je opslag gekregen. Ja, we gaan gewoon met de tijd mee. Jullie passen de inflatiecorrectie toe. Maar is inflatie niet een kapitalistisch ding? Ja. Maar dat betekent wel... Kijk, dat investeren we in onze partij. Je hebt andere partijen die krijgen veel geld van bedrijven. Van sponsors. Dat hebben we niet. Er wordt altijd gezegd, de SP is een rijke partij. Ja, maar dat is ons eigen geld. Wat we zelf in de partij investeren. In die zin zijn we ondernemers. We zijn als Kamerleden ook allemaal ondernemers... die in onze eigen partij investeren. Ja, de VVD, het CDA, die krijgen heel veel geld van allerlei ondernemers. Dat weigeren jullie ook? Of zijn die bedrijven er niet? Het stoere verhaal is dat we die weigeren. Maar dat is dus niet helemaal waar. Maar ik geloof niet dat het vaak hoeft. Het is een beetje hetzelfde als wij met sponsoren voor deze show, weet je. We willen niks te maken hebben met... Maar we doen dat ook niet. Want ja, we willen ook niet afhankelijk zijn. Dus stel dat ze komen, dan doen we dat niet. En het hoeft ook niet, want we houden onze eigen broek op. Ja. En want er zit inderdaad wel veel geld, wat altijd onder de campagnes, als je ziet de filmpjes die door jullie gemaakt worden. Ik ben filmpjesmaker van beroep, zeg maar. Dat zijn niet de goedkoopste filmpjes. Dank voor het compliment. Ja, het levert niet altijd heel veel stemmen op, want de laatste jaren gaat het nou niet echt lekker qua peilingen en verkiezingen. Europa ging niet lekker, Provinciale Staten ging niet lekker, gemeenten ging niet lekker. Nee, toen ik in de Kamer kwam, dat was, toen hadden we 25 zetels in 2006... In 2010 werden dat er 15. Ja, en dat is ongeveer stabiel gebleven, nu 14. Dus je ziet ook dat er veel partijen zijn bijgekomen, veel partijen zijn gedaald. Je met enige vrees naar de volgende verkiezingen weten dat de afgelopen twee verkiezingen, dus Europese verkiezingen en Provinciale Staten, niet zo heel goed gingen voor de SP? Ik heb liever hogere peilingen dan lagere peilingen. Ik heb niet heel veel lessen geleerd, maar... Iets voorspellen zoveel maanden voor de verkiezingen... Is lastig, Dat heb ik echt wel afgeleerd. Toch heb ik vaak bij jullie het idee... en dan gaan we daarna over op de dingen die je heel goed doet... dat bij de SP veel beloofd wordt. Bijvoorbeeld het beroemde stuk met Emiel Roemer... waar hij weer gigantisch op zijn muil ging... en door iedereen werd afgeserveerd toen hij de zorg wilde aanpakken. Dat moest weer terug naar hoe het was en dergelijke... maar vervolgens de cijfers niet op orde hebben. Ik hoor van de week weer... minimumloon moet naar €14. Dat is jullie actie... Maar ik hoor nergens een goede berekening waar dat van betaald gaat worden. En dat is een beetje wat... Ik zeg niet dat het altijd zo is, maar wat wel vaak de gedachte bij de SP is... hebben geweldige ideeën, mooie ideeën om het land socialer te maken... iedereen er beter te krijgen. Maar het verhaal dat er dan de belastingen echt through the roof gaan... dat vertellen ze er niet bij. Dat is het gevoel wat veel mensen hebben. Ik ben ook schrijver van het programma. Ik schrijf
elk programma wat we maken wordt doorgerekend. Dus die cijfers, die zijn er altijd. Die hebben we zelf. En dan bakkeleien we ook nog met het Centraal Planbureau. Die cijfers, die zijn er. We zijn niet als PVV die een A4'tje inlevert zonder. Nee, we doen altijd netjes doorrekenen in modellen waar we heel veel kritiek op hebben. De modellen deugen niet. Het zijn krankzinnige modellen. Toch doen we het. Als het gaat om dat Nationaal Zorgfonds, daar klopt dat we dan een paar jaar geleden werden we daar om uitgelachen. Nu hebben we die coronacrisis gehad en nu staat het in een aantal verkiezingsprogramma's. En zelfs Mark Rutte zegt, ja, er is te veel marktwerking in de zorg. Dus dat is door een aantal partijen overgenomen en ook door een aantal rechtse partijen, door de premier die zegt van ja, de zorg is geen markt. Nou, dat klonk bekend. Over dat, die verhoging van het minimumloon, ja, de aandelen gaan door het dak, de lonen zijn achtergebleven. Het wordt nu ook door, de FNV voert daar trouwens een campagne voor, maar ook een aantal andere partijen zeggen van ja, die lonen moeten echt omhoog en dat minimumloon verhogen is een mooie manier om alle lonen te verhogen, koopkracht te verhogen en in plaats van dat het geld naar buitenlandse aandeelhouders gaat, krijgen gewoon Nederlanders meer te besteden. Dat gaat allemaal in die verkiezingsprogramma's komen, dus dat wordt overgenomen. Daar staat niet altijd de aflevering bij. Daar staat niet altijd bij, hé, dit is van de SP. Maar wij waren een van de eersten die een verkiezingsprogramma presenteerde. En ik kan zeggen, ik ben best wel trots dat er zoveel gejat wordt. Ja, dat snap ik. Toch nog even naar het Nationaal Zorgfonds van Emiel Roemer. Ook door de partij aan de linkerkant, door Diederik Samson, werd hij ook echt gefileerd. Maar Diederik Samson en Emiel Roemer zijn allebei al weg. Ja, maar het gaat me om het Nationaal Zorgfonds en dat speelde in die tijd, Bart. Was gewoon heel duidelijk, de cijfers waren niet op orde. Nee, de cijfers zijn, het is doorgerekend. Het is dat allemaal was niet in een verkiezingsprogramma, dat was in een debat. Ja, daar werd dat plan. Nee, maar en dat is het nu ook. Want als jij 14 euro per uur gaat betalen aan iemand die in de horeca werkt, waar het minimumloon nu ongeveer op 9,52 ligt, ongeveer, bruto per uur, dan gaat je biertje wel een stukje meer kosten. Vertel je dat ook tegen mij? Ik vertel jou dat alles, alle plannen, we hebben een verkiezingsprogramma, daar staan 100 plannen in. En die worden gewoon doorgerekend. Daar zitten cijfers achter, die cijfers hebben we. We hebben fantastische cijferaars, rekenaars. Maar hier Akaya bijvoorbeeld is onze financiële man. We hebben veel medewerkers. Dat wordt allemaal netjes doorgerekend. Maar dat gebeurde in het verleden ook. Hè. Toen hadden we Ewout Eergang. Die zit nu bij de Algemene Rekenkamer. Nee, we hebben onze cijfers altijd op orde. Dan nog een keer het voorbeeld van die horeca. Jouw loon van jouw horeca die achter de bar staat. Iemand van 9,52 euro. Wat het minimumloon in de horeca is bruto. Gaat naar 14 euro. Dan wordt dat biertje flink stuk duurder. Nou, je gooit er bijna 30% bovenop, zo niet meer. Ja, dat is de vraag. Het kan ook zijn dat mensen meer naar het café gaan. Ja, maar nog meer, denk je? Ja, dat zou zomaar kunnen. In ieder geval meer dan nu. Duurder? Ja, dat sowieso. Maar dan kun je doorrekenen wat je wil. Maar dat is een hele pragmatische berekening. Als jij iemand 4,5 euro meer per uur gaat geven, dan zou je dat ergens als werkgever vandaan moeten halen. Het probleem is niet dat er geen geld is. Er is veel te veel geld. Sterker nog, de rente is negatief. Alleen dat geld gaat naar aandelen. Gaat in huizenprijzen zitten. Er moet gewoon meer koopkracht komen. En dat zeg ik niet alleen. Dat zegt niet alleen Ronald Verraak van de SP. Dat zegt elke econoom. Dat zegt het IMF. Dat zegt de Wereldbank. Iedereen zegt, wij krijgen telkens op ons kop van internationale financiële instellingen. Nee, jullie moeten meer koopkracht krijgen. Jullie moeten de lonen moeten omhoog. Er moet meer besteed worden in Nederland. Mm-hmm. Want dat is goed voor de economie. Oké. Okay. Hoe is het met het dit biertje is overigens prima. Ja, prima. Het is een duur biertje trouwens. Ja. En dat wordt met dat minimumloon alleen nog maar duurder. Ik weet maar niet dat of jij 14 euro per uur haalt, toch? Als je ziet wat ik allemaal voor jullie doe, kom ik inderdaad niet aan de 14 euro per uur, Bart. Maar ik vind 9,52 toch veel eigenlijk als ik... Tief, jij krijgt geen bier als je bij mij aan de bar zit. Oh, die jij eigenlijk? Bartje. Als eigenaar van deze toko nou eigenlijk? Ik ben blogger op het Nederlandse internet, Tom. Ik denk dat als ik die 14 euro per uur haal, dan... Je bent toch een eigenaar van de BV? Dan ben je toch verplicht een bepaalde bedrag 120 uur per maand. Geen Dominique Wees die antwoorden nou geven. Nee, dan zou ik met veel trots verkondigen dat ik 250.000 per jaar naar binnen haal. Nee, zo'n feest is het dan ook weer niet. Feest is het ook weer niet. Laten we naar meer jouw straatje gaan. Je hebt een verkiezingsprogramma gegeven, de geloof je, dat heb je laten doorbreken. Dus we gaan het in de gaten houden. We gaan je ook nog vaak genoeg spreken. Ik heb even een paar fotootjes hoe jij kijkt als je mij tegenover je hebt staan. Mag ik één fotootje eventjes zien? Nou...
Ja, wat vinden we? Weet je, wat denk je nou als je mij ziet zo met die roze plopkap? Nou, dit is het wel ongeveer. Ja, ja, dat is ongeveer. Ja. Nou, ik heb er nog eentje. Even kijken. Oh, oh fuck. Wat, die soort Jack Nicholson-achtige look, weet je. Alsof die bij One Flew Over the Cuckoo's Nest. Ja, dit wat, is meestal. Dit is meestal. Ja, maar wat dacht je dat hier... Weet je waar het over ging, dit? Ik heb ooit geleerd dat je niet met je handen moet praten. En dat is een les die ik nooit heb geïnternaliseerd. Nee, dat merk ik. Hugo de Jonge doet dat ook heel erg. Ja. Vanmiddag ook weer zo. Ja. En dat soort dingen. Ja. Ik heb er nog eentje. Dan heb ik je waarschijnlijk over de referendumwet geïnterviewd. Moet dat maar was opletten. Een vorige, kijk nee. Eens hoe blij. Ja, wat een schat, hè. Wat een schat is het er ook. Zo ik kan ga het dus wel, ook. Ik ga je toch af en toe wel missen daar, hoor. Want je bent wel fijn iemand om voor de camera iemand, te hebben. Zoek iemand die naar je kijkt zoals Ronald van Raak voor de roze plopkap. Ja, ja, ja. dus dat. Maar jij zit daar en jij zegt net al tegen mij... eigenlijk kan ik de laatste jaren minder mijn werk doen zoals ik het zou willen doen. Die grote zaken aanpakken, aanhangig maken. Komt dat, het verhaal wat Rob Jette heeft dat vorig jaar ook een keer aangehaald... en ingebracht in de Kamer, dat je ten opzichte van de ministers... waarop één minister echt een heel batterij, een heel leger aan adviseurs omheen staan... dat bij jullie minder is, dat jullie daar minder tijd voor hebben? Dat er zijn zoveel moties. Ik heb één medewerker, Nicole, die is fantastisch. Temmink. Ja. Is dat jouw medewerker? Ja. Okay, familie van Henk Temmink? Ja. Nee. Misschien niet. Maar ik hoef er niet meer. Dus iedereen die zegt er moet meer geld naar Kamerleden, meer medewerkers naar Kamerleden, meer ondersteuning naar Kamerleden. Nee, zo werkt het niet. Kijk, ik moet... Maar je bent het dus niet eens met die D66, met dat D66 voorstel? Daar ben ik het niet mee eens. Oké, interessant. Want ik moet ongelooflijke machten en krachten controleren. Ministeries, organisaties, geheime diensten, weet ik veel wat. Dat zijn krankzinnig grote machtige organisaties. En ik ben in mijn eentje met Nicole. Met z'n tweeën. Dus dat is een waanzinnig tapijt van machtsstructuren en netwerken. Als ik al die machtsstructuren en netwerken moet leren kennen en doorgronden... ja, dan heb ik ook 1000 mensen nodig. Dan helpt 4 mensen of 8 mensen of 10 mensen is ook niet genoeg. En dan ben ik de hele dag dus werkgever geworden. En dan ben ik dus de hele dag mensen aan het werk aan het houden. Nee, wat ik moet doen is heel slim. Praten, kijken, via de achterdeur naar binnen. En losse eindjes zien te vinden. En als ik ergens een los eindje vind, dan ga ik er heel hard aan trekken. En dan ga ik kamervragen stellen. Dan ga ik proberen media voor te interesseren. Dan ga ik van alles doen wat maar kan. Tot iedereen in de regering mij gerust heeft gesteld. Dan ga ik nog een keer hard trekken. En nog een keer. En daarna nog een keer. Als iedereen zegt, Ronald, er is echt niks aan de hand. En de minister heeft gebeld. En er staan 5 ambtenaren voor mijn deur om te zeggen dat er echt niks aan de hand is. Dan geef ik nog een hele harde snor. En als het wandtapijt het houdt, is er niks aan de hand. Maar het gebeurt dus regelmatig dat het helemaal in elkaar dondert en dat het niet deugt. En maar, dan, daar heb je dus, dat is niet zozeer dat je heel veel mensen nodig moet hebben, maar je moet gewoon de goede mensen leren kennen. En daar moet je dus tijd voor maken, ook in je hoofd en in je agenda, dat je op pad gaat, dat je gaat wandelen, dat je mensen gaat ontmoeten. Een soort regisseur. Maar, Pieter Omtzigt, die ook nogal alles aan de draadjes van het tapijt trekt... Ja. Die zegt dat het wel een goed idee is om daar wel wat extra ondersteuning bij te hebben. Ja, dat kan, maar dat is natuurlijk per Kamerlid anders. Sommige Kamerleden zullen dat anders werken. Dit is mijn manier van werken. Maar de vraag was... Wat is de bredere oplossing dan wel? Want ik vind het namelijk zelf wel een goed idee... dat Kamerleden wat meer ondersteuning krijgen. Dat daar niet te veel op beknibbeld wordt. Hoe kan een Kamerlid wel beter zijn controlerende functie doen? Beter voorbereid zijn? Beter beslagen ten ijs komen? Ja, toch minder bijzaken. Dan kom je ook een beetje op media. Ik hou van de media. Ik hou van iedereen. Nee, je mag ook gewoon zeggen dat de media ontzettend kut zijn. Je hebt wel eens tegen mij verteld dat je alle media haat. Nee, niet alle media haat. Dat kan ik me niet voorstellen. Ik haat geen mens. Er is wat anders aan de hand. Toen ik Kamerlid werd, deed ik debatten. En daarvan werd verslag gedaan in de media. Dat deed parlementaire democratie. En daar gaat de media er verslag van doen en controleren. Tegenwoordig zie je, ik zit dus ook niet op Twitter. Ik zit niet op Facebook. Dat doe ik expres niet, anders word je knettergek. Ik schrijf wel columns. Bij TPO. Ja, daar kunnen we straks nog over hebben. Nu is het zo dat je als politicus aan het scoren bent in de media. En je ziet ook bij sommige partijen, GroenLinks bijvoorbeeld, mag je hoog op de lijst als je veel in de media bent geweest. Dan ga je mee met de medialogica en dan ga je scoren. En dan ben je de hele dag
met media bezig. En dan zegt de ene politicus zegt op Twitter het ene. De andere zegt bij de Geen Stijl wat anders. En de andere zegt op de televisie weer iets. Dan heb je geen debat. In de Tweede Kamer zitten politici bij elkaar. Die hebben een debat. Als ik daar iets zeg, word ik ondervraagd. Staan ze allemaal bij de microfoon. En dan moet een oplossing komen. Er moet ja of nee worden gezegd. En in de logica van de media is het zo. Dan moet er vooral een eenvoudig probleem zijn. Liefst tussen twee bekende mensen die ruzie hebben met een eenvoudige oplossing. Nou, in de politiek is het altijd ingewikkeld. Er zijn altijd heel veel mensen betrokken. En er moet altijd een compromis worden gesloten. Maar, dus je bent gewoon te veel bezig met het vullen van media. Maar dan ben je dus ook tegen het SP-journaal, zoals dat sinds kort gemaakt wordt. Nee, het SP-journaal is gewoon verantwoording afleggen, zoals we dat met kranten doen. We verspreiden kranten in het land. Dat hebben we al sinds de jaren 70 gedaan. En het SP-journaal is er ook een vorm van. Deze tijd ook een beetje, denk ik. Iedereen doet het. Jerry doet het ook. Het is natuurlijk een beetje, het is in de algemene zin een ziekte van de tijd, dat niet alleen de media inderdaad van hype naar hype rennen. En ik hand in eigen boezem, Geen Stijl ontleent daar een deel van zijn bestaansrecht aan. En ik vind het ook niet per se slecht, overigens. Maar ik snap wel wat het voor een breder democratisch debat een problematisch kan zijn soms. Maar dat Kamerleden inderdaad, je hebt Kamerleden die kunnen zichzelf heel goed profileren. Die hebben wel Twitter en Facebook. En die zoeken Dylan Jesselgos is de eerste die helemaal opkomt. Er is geen camera waar zij nog niet ingekeken heeft in de afgelopen jaren sinds ze in de Kamer zit. En soms doet ze dat leuk en soms doet ze dat minder leuk. En vaak spat het opportunisme ervan af. Maar dat is inherent aan de tijdsgeest inderdaad. Zodat, zoals de SP dus ook een SP-journaal maakt, FVD maakt een FVD-journaal. Maar je moet de tijdgeest ook vormgeven. Maar je moet niet alleen mee. Want ik zie nu dus die campagne van Sigrid Kaag bijvoorbeeld. Dat is echt surfplankliberalisme. Er zit geen enkele diepgang in. Surfplankliberalisme? Ja, kom maar door. Altijd. Dat vind ik leuk. Ja, er zit weinig diepgang in. Dus die doen marketing. Dat is een of andere marketing, meneer of mevrouw. En wat is dan hip? Nou, sneakers en dit en dat. Dat is helemaal leeg verder. Het is waarschijnlijk, je hebt één fractie ondersteunend lid per Kamerlid. Ja. En er zitten 24 voorlichters en van die surfboardwaksers die achter de schermen bezig zijn. Precies, maar wat er dan gebeurt, kijk, de mode gaat en de mode komt. Het kenmerkend van de mode is dat ze verandert. Als je dan zo op de mode meesurft als politicus, stel je mensen altijd teleur. Want als je dan nu met de mode mee iets zegt, ja, maar dat is modieus, dus dat zeg ik dat ik ga doen. Mm-hmm. Ja, de mode verandert weer. Dus diezelfde mensen die eerst belangrijk vinden wat je zegt, omdat het in de mode is, die zijn een maand later of een jaar later weer teleurgesteld, omdat de mode is veranderd. Ik durf in ieder geval te zeggen dat ik niet een modieuze politicus ben geweest. Nee. Dat ben ik helemaal met je eens, Rob. Ja, nou, dat vind ik dus een compliment. Nee, dat is ook een compliment. Ja. Want je bent wars van alles en je doet je eigen ding. Je staat ook al te keurig de camera te woord. Met plezier. Maar de initiële vraag net was, dat jij gaf net aan, dat je zegt, ik stop ermee, want ik kan eigenlijk niet meer doen wat ik 15 jaar geleden nog wel kan, 10 jaar geleden nog wel kan. Dat is die grote zaak aanhangig maken. Ja. Ik sta voor te veel dichte deuren en ik krijg ze niet opengebeukt meer. Dat is het kost te veel tijd, dat andere. Het kost te veel tijd. Ik ben te veel van mijn week. Waar ligt dat dan aan? Even los van het hele boel met media. En kun je daar zelf niet aan opworstelen? Ja, dat kan wel. Maar ook weer niet helemaal. Voel je dan ook niet een beetje dat je opgeeft om het negatief te benaderen? Nou, niet helemaal. Omdat ook nog iets anders meespeelt. Is dat, kijk, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Nou, tot 2000. Het is ook heel veel jaren. Ja, het zijn 16 ik ben ook jaar. Al een dagje ouder aan het worden. Ik ben 51, dus ik heb ook even behoefte aan een adempauze. Omdat het krankzinnig moeilijk werk is. Zwaar werk is. Zonder privéleven, zonder vakanties. En ik wil ook wel gewoon even een adempauze houden. Ja. Nee, oké. Okay. Dat is een eerlijk antwoord. Dat ook. Dus het ligt ook aan mezelf. Dus maar het ligt aan omstandigheden. Dus dat we van een parlementaire democratie een mediademocratie zijn geworden. Ja, ik voel me niet thuis op Twitter. Ik voel me niet thuis op Facebook. Dus ja, misschien is het tijd voor iemand anders die dat wel leuk vindt. En het heeft ook gewoon met mezelf te maken dat ik even adem ga halen. Als iemand jouw plek inneemt die zich wel thuis voelt op die social media, komt dat niet per se natuurlijk het parlementaire werk ten goede. Het hoeft ook niet per se nadelig te zijn, want Pieter Omtzigt, noem ik hem toch maar weer, zit ook iedere dag op Twitter en die twittert best wel veel. Nee, maar best wel veel. Het aardige doet wel is, zijn werk ondertussen. Een goed parlement bestaat uit 150 verschillende mensen. Qua ideologie, qua karakter, qua manier van werken. Sociale status. Ik doe het zo en er zijn ook SP'ers die het helemaal anders doen. Die sociale media super belangrijk vinden en daar ongelooflijk goed actief zijn. Peter Quint, om er maar eentje wat te noemen. Nou, laat Peter dat vooral heel goed doen. Dat kan hij echt heel goed. Maar wie zie je als jouw opvolger? Die snapt het internet, ja.
Ik krijg straks heel veel opvolgers. Een hele lijst wie zeg je nou? Dat is een nieuw van Raakje in de. Nou, zo moet je dat niet zien. Dus nee? Nee, dat zijn allemaal echt in de. Kijk, we hadden het net over Michiel van Nispen. Ja? Nou, dat is een prachtig inhoudelijk Kamerlid. Ja, met een groot aanzien. Vind ik fantastisch. Die staat hoog op de lijst, dus dat komt helemaal goed. Maar is maar ook heel... geen jongen van de social media en zo, hè? Echt, nee, is niet zit... heel druk. Nee. Zowel Michiel als ik zitten allebei als enige, geloof ik, niet op de social media. Okay. Dus we hebben nog eens tijd voor een praatje. Dus hou Michiel in de gaten, wou je zeggen. Ja, zeker. Hij doet volgende week het debat van justitie, als dat is. Ja. Maar laat ik het eens andersom benaderen dan. Jouw vertrek is, en ik kom hierop omdat... wederom Pieter Omtzigt vorige week hier in een hoorzitting over... tegen een commissie verklaarde van een van de problemen van onze huidige parlementaire democratie. Dat ging over organisaties. Uitvoeringsorganisatie, over hoeveel dingen er vastlopen. Ja. Kort gezegd, waarom is de belasting niet zo'n teringzooi? En dat geldt ook voor allerlei andere overheidsinstituten. En hij zei, een van de problemen is dat Kamerleden ooit vroeger gemiddeld 8,5, 9 jaar in de Kamer zaten. En tegenwoordig nog maar 3,5 jaar. Ja, en met jouw vertrek gaat er een Kamerlid weg, wat dus al 14 jaar. Ja, sinds 2003 in Den Haag. Dus 17 jaar dus in de Kamer rondloopt, bijna 18. En die wordt vervangen door iemand die of nieuw binnenkomt of veel kortere ervaring heeft. Je doet in dat opzicht de parlementaire democratie die jou zo aan het hart gaat ook tekort. Nee, ik zeg altijd tegen nieuwkomers, over 4 jaar zul je het snappen. Of tenminste zul je denken dat je het snapt. En over 8 jaar zul je merken waarom je het na 4 jaar nog niet gesnapt hebt. Dus het kost gewoon het vak leren. Kijk, er is geen hogeschool voor de politiek. Ik ben begonnen in de Senaat. Dat vond ik heel prettig. Dankzij want daar heb ik heel dat wel veel... pretendeert. Nee, er is geen hogeschool voor. Daar leer je in de praktijk. Je gaat zonder vleugeltjes ga je het diep in. Ik heb mogen leren in de Senaat. Dan moest ik gewoon elke week een wet doen. Zei Tini Cox, was mijn fractievoorzitter. Ja, Ronald, doe jij maar elke week een wet. Dus de ene dag was ik met belastingen bezig. En dan was ik weer met justitie bezig. En daar liep ook allemaal senatoren rond. Die ik echt de oren van de kop vroeg. Daar heb ik heel veel geleerd. Wetten lezen. Dat deel van het werk. Maar het duurt gewoon 4 jaar voordat je het een beetje snapt. En 8 jaar voor je het echt snapt. En het klopt. Als de gemiddelde leeftijd daaronder zit... De kracht van het parlement is toch het collectief geheugen. En de collectieve ervaring. Je ziet tegenwoordig veel mensen toch... Ja, leuk parlement als een soort opstapje in een carrière. En dat klopt. Maar ik vind dat ik na al die jaren dienst even adem mag halen. En heel veel hele jonge... Ja, want ik begrijp je hebt je overwegingen duidelijk gemaakt. En die zijn fair enough. Maar om bij het... toch voorliggende probleem te blijven. Ook wat vind je bijvoorbeeld van dat er diverse partijen... van momenteel Rob Jetten nog bij D66... Klaas Dijkhoff bij de VVD... ook Marijnissen is ook nog een jonge vrouw. Of in ieder geval... Ja, heel onze lijst is jong. Is de gemiddelde leeftijd in sommige opzichten... Je bedoelt, het is 2020, we willen niet alleen maar oude witte mannen. Dat mag niet meer en zo. Maar is het niet andersom ook iets te jong in sommige opzichten? Is een Rob Jetten niet te jong en onervaren om zo'n fractie te runnen... die ook nog eens een onderdeel van de coalitie is? Ja, en ik denk ook dat mensen die boven komen drijven... ook weer passen bij die mediademocratie. Dus het feit dat... de ouderen afhaken en de jongeren erin komen... heeft denk ik ook te maken met die overgang van parlementaire naar mediademocratie. Ik denk dat je gewoon de druk die er komt... want die druk is ontzettend groot. Hè. Het is altijd al een krankzinnige molen geweest... maar het molentje draait nou echt heel hard. Ja, op den duur trek je daar niet meer. Maar die mediademocratie waar je het over hebt elke keer... Dat gaat gebeuren. De hele tijd verandert. TV gaat naar internet. De kranten zijn er alleen maar omdat we de vergrijzing hebben. Dus die nieuwe aanwas zal die media moeten gebruiken. Zeker. En dat zullen ze ook gaan doen. Ja. En dat moet ook, denk ik. Ja. Anders ben je ook niet zichtbaar. Dus uiteindelijk hoop je dan, denk ik, dat het wordt namelijk kut en kloten... dat je volgens jou die mediademocratie... de hele parlementaire democratie om zeep helpt. Of je krijgt een heleboel aanwas van mensen... die hem op een juiste manier gaan inzetten. Ja, dat hoop ik. Dat laatste hoop ik. Hoe kunnen we dat bereiken? Want ik heb het idee dat je niet denkt dat gebeurt. Jij bent bang voor die mediademocratie... die het alleen maar op korte termijn gaan gebruiken... met die golven die je net vertelt. Nee, maar dan de golf kan ook je vriend zijn. In de zin dat Twitter ook weer een stuk minder hip is dan het was. Het hype aspect van Twitter is er wel af, ja. Maar ja. Het is niet minder
vanuit een mediaperspectief in ieder geval is het nog steeds wel een belangrijke leidraad en een relevante bubbel voor wat er binnen de mediapolitiek het speelveld gebeurt. Nou, misschien moeten mensen... Alleen, we hebben tegenwoordig beseft dat het een bubbel is. Eerst dachten we, oh, dit is waar Nederland... Ja. En nu weten we, nee, hier zitten mediamensen, politici en mensen die allebei leuk vinden. Maar het is niet... Maar misschien moeten mensen ook Twitter weer kunnen... Kijk, als je ziet wat voor bagger ik binnenkrijg als Kamerlid... Kijk, alles wat na 12 binnenkomt, dat bekijk ik niet eens meer... met alle uitroeptekens en hoofdletters... aan mail. Daar heb ik alleen over de mail. Na 12 uur 's middags bedoel je? Nee, s'avonds. Oh, ja, bij ons begint het na 12 uur 's middags. Ja, het eerder. Kijk, je kan op Twitter natuurlijk ook pareltjes maken. Soms zie je mensen die taalkundige pareltjes hebben... of die hele korte, prachtige analyses hebben... die heel raak zijn. Het is natuurlijk ook een prachtig medium. Het is ook een emanciperend medium. Sociale media heeft ook de macht van de klassieke media... van de kranten en de televisie... die altijd mochten bepalen wat waar is en niet. Ja. Hebben ze doorbroken? Nou, daar ben ik heel blij mee. Dus het heeft ook heel veel positieve aspecten. Maar ik zou het mooi vinden als je nu als een soort... zeg maar als tegenreactie op alle drek, op alle hoofdletters en uitroeptekens, weer eens dat poëtische krijgt. Want Twitter is ook een poëtisch medium. Je moet eigenlijk in een kleine gedichtjes maken. Dus ga dat dan doen. Dat is toch mooi? Het is de filosoof Ronald Verraak die nu spreekt, denk ik. Ja, ook nog een boek geschreven. Ja, nou, laat hem even schrijven. Hier, dames en heren. Denken op de dijken, het Nederland van de filosofen. Staat naast het boek van Rutger Bregman, denk ik, ergens. Of, Nou, ik zou deze eerder van de plank pakken. Ja. Ik heb ze allebei nog niet gelezen, maar ik zou zeker weten deze eerder van de planken pakken dan die van Bregman. Nou, dat heeft over surfen op de mode gesproken. Bregman is natuurlijk ook gewoon een uitvloeisel van modeverschijnselen. Ja? Ja, ik denk dat dit... Ik kan hier ook... Dit heeft ook met politiek te maken, want ik schrijf... ik zit dus niet op Twitter en Facebook. Ik schrijf wel columns elke week. En boeken. Voor de Post Online. Zit ik als socialist op een rechtsmedium. Dat doe ik ook expres, om uit die bubbel... om te confronteren met een ander publiek, andere gedachten. Dit is een overzicht van de filosofen in Nederland. Vanaf de middeleeuwen tot de Tweede Wereldoorlog. Spinoza speelt een belangrijke rol in. En door de ogen van die filosofen kijk ik eigenlijk naar wat voor land wij zijn. En dat is ontzettend leuk geweest om te doen. Maar dat is ook nodig geweest omdat ik, doordat ik zei... Hey, ik ga een boek schrijven. Ik ben Kamerlid. Ik heb het veel te druk. Wat ga je dan doen? Ik ga een boek schrijven. Waarom? Omdat ik dan gedwongen word om tijd in mijn agenda en tijd in mijn hoofd te maken om na te denken. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik doe Kamerleden ook altijd adviseren om ga wandelen. Dus ga schrijven. Een boek op therapeutische basis, zeg maar, geschreven. Nou, om mijn werk te kunnen doen. Nee, dat snap ik. Maar dat ik ook een deel van de dag, een uurtje of soms een dag in de week gebruik voor iets totaal anders. En het leuke aan oude filosofen bestuderen is dat je ook met een heel andere blik naar het heden kijkt. Want in Den Haag zitten wel heel veel partijen, heel veel verschillende mensen, maar dat is ook een hele harde status quo, een harde manier van denken. Bij journalisten en ambtenaren en politici en lobbyisten. We hebben natuurlijk een neoliberalisme hebben we 25 jaar gehad. Dat was een bepaalde manier van denken. Zo denkt iedereen. En als je daarin rondloopt elke dag, dan is het heel moeilijk om daar buiten te komen en door oude filosofen te lezen, juist mensen uit een verder verleden, van de middeleeuwen tot de Tweede Wereldoorlog, dwingt je om op een andere manier naar de dingen te kijken. En dat merk ik, dat in het politieke werk, dat is zo prettig, dat maakt je hoofd leeg. En dat al die status quo-gedachtes en allemaal, ja, maar dit kan niet en het is nou eenmaal zo. Nee, vroeger was het totaal anders en in de toekomst zal het ook weer totaal anders zijn. Zoals het nu is, is het net zo krankzinnig als dat het in het verleden was. Oké. Okay. Dat vind ik een interessante visie ook. Nee, maar dan meen ik serieus. Eigenlijk dwing je jezelf om vanuit een andere visie in die helikopter te gaan zitten. Je zegt ongeacht wanneer het nu is altijd chaotisch. Is altijd raar. Want als wij terugkijken naar het verleden, vinden wij het verleden raar. Dus in de toekomst zullen ook mensen naar ons kijken en zeggen, die waren raar. Maar ik vind het heden in veel opzichten gekker dan het verleden. Als je kijkt naar hoe er identitair, steeds meer identitair gedacht. Als je neem die soort, niet per se de Zwarte Piet discussie, maar die BLM, dat woke gebeuren. Dat mensen hebben, je kan tegenwoordig, lijkt wel alsof je uit 50 verschillende genderidentiteiten kan kiezen. Om het maar even bij Zwarte Piet weg te houden. En dat,
dan denk ik van ja, ben ik dan al zo ouderwets of zo conservatief? Dan denk ik van er is man en vrouw en er is een heel klein groepje waar het iets ingewikkelder ligt en waar we proberen wat ruimte voor te maken en wat liberaal mee om willen gaan. Maar er zijn ineens 50 verschillende genders. En ineens is gender weer een soort leidend narratief. En hetzelfde geldt eigenlijk ook een beetje voor huidskleur. Ineens is huidskleur weer... Je wordt afgerekend op je huidskleur. Als je een witte man bent, dan ben je eigenlijk fout. Want dan heb je de verkeerde gender en de verkeerde kleur. En als je een zwarte vrouw bent, ja, dan moet je even naar voren gepropeld worden. En ik heb mijn hele leven geleerd. En ik ben nog niet zo heel oud. Ik ben in 81 geboren. Dat huidskleur, dat bepaald niet iets mag zijn waar je mensen op af mag rekenen of langs mag meten. En vervolgens wordt het nu wel eigenlijk op een... van een andere kant weer een beetje van je geëist. En mijn punt is dat ik dus het heden veel verwarrender vind dan als ik 10 of 20 jaar terugkijk. Ja, ik vind het raar dat het... Er wordt een gezegd in... Er moet meer vrijheid komen. En daarom mogen bepaalde woorden niet meer gebruikt worden. En dat is een tegenstelling. Woorden verbieden kan nooit een oplossing zijn voor een probleem. En kan zeker niet leiden tot emancipatie. Er is een communistische denker, Gerrit Manoury, die leefde in de eerste helft van de vorige eeuw. Die was dus lid van de CPN. En die wilde altijd in discussie gaan met andersdenkenden. Altijd. Uiteindelijk hebben ze hem uit de CPN gegooid. Moet je wel wat gedaan hebben. Door de Russen, omdat hij gewoon te kritisch was. Maar hij was taalfilosoof en hij had een hele mooie theorie. Die zei, woorden, de betekenis van woorden wordt bepaald... in de discussie tussen mensen met andere opvattingen. Dus als je met elkaar discussieert, krijgen woorden pas betekenis. Dus je moet woorden juist niet verbieden, omdat je dan niet meer kunt discussiëren. Je moet er juist over hebben. Ja. En dan kun je de betekenis van woorden en dan kun je ook de werkelijkheid veranderen. Maar het idee dat je dus woorden gaat verbieden, betekent dat je dus de verandering tegenhoudt. En we zitten in een heden waarin een Mohammed-cartoon niet tonen een teken van inclusiviteit is. Terwijl dat natuurlijk een vorm van uitsluiting is, een vorm van discussie beperken is. Ja. Maar Ronald, even nog heel even, dan wil ik eventjes naar iets wat helemaal in jouw straatje past. Maar nog eventjes, want als ik volg jullie al jaren. En ik zou ook eerlijk vertellen, dat ik 14, 15 was, was ik een groot SP-fan. Ik zag er niet uit. Dat paste er al bij. Jullie hadden een grote, grote rode schoolbus. Stem tegen het SP, stem SP was de slogan. Jullie gingen overal naartoe. Jullie voerden overal actie tegen. Jullie zeiden standaard tegen alles. Nee, 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 nee. Ik vond dat helemaal geweldig. Toen ik jaar op 1920 was, toen werd ik eigenlijk wat helderder in mijn hoofd. En stopte ik met drugsgebruik en zo. Toen ging het stukken beter met me. Dus ik heb absoluut een groot zwak voor de SP. Tot nu toe is het een bewijs dat we goed bezig zijn. Ik heb een groot zwak voor de SP. Toch, als ik jullie programma lees, en dat doe ik braaf elke keer... dan vind ik daar best rechtsgeoriënteerde dingen in. Jullie hebben altijd gezegd, wij zijn geen migratieland. Dat is altijd een standpunt geweest van de SP. In hoeverre zijn jullie nog het links? Of is het links aan die andere kant zo veranderd? Die deugneuze kermis van Rob Jetten en een GroenLinks en Jesse Klaver. En zijn jullie gewoon standvastig het oude links gebleven? Want ik heb gewoon heel vaak het idee, links is het niet. Nou, dank je. Ja, is dat een compliment? Ja, als linkse partij, als ik zeg dat je niet zo links bent? Nou, ik ben socialist. Ik weet niet of ik links ben of rechts. Ik denk dat ik links ben, maar als ik naar GroenLinks kijk of D66... naar dat vrijzinnige liberalisme, dat surfplankliberalisme... ja, daar voel ik me niet in thuis. Ik ben socialist en in ons programma staat bijvoorbeeld... dat niet alleen de aandeelhouders, maar de werknemers... het voor het zeggen krijgen in bedrijven. Net zoveel als aandeelhouders. Nou, dat is een mooi, klassiek, socialistisch standpunt. Ja, links en wat ook kan. Nou, en zo staan er heel veel mooie... socialistische dingen in ons programma. Wat mag, want we zijn de... socialistische partij. Dus jij ziet socialistisch niet 100% links. Het of niet het links. Het interesseert mij niet uit. Wat maakt jou een socialist? Wat is volgens jou socialisme? Behalve dat iedereen... Nee, wat is volgens jou socialisme? Nou, ik zeg altijd, de SP is een volkspartij voor vrijheid en democratie. En dan zegt er altijd de VVD, ja, maar wacht eens even. Daar waren wij toch al, ja. Vrijheid, wat is nou vrijheid? Vrijheid is niet dat je niet met elkaar bemoeit. Vrijheid betekent dat je als samenleving de voorwaarden schept dat mensen vrij kunnen zijn. Dat betekent dat je een huis moet hebben. Je moet werk kunnen hebben. Je moet kunnen studeren. Daar moet gewoon aan een aantal voorwaarden voor worden voldaan. Anders ben je helemaal niet vrij. Tot zover zou een liberaal hetzelfde zeggen. Nee, want we hebben 25 jaar lang hebben we alles afgeschaft.
Ja, maar dat zijn die zogenaamde neoliberalen. Dat is nog een term waar je discussie over kan voeren. Laten we dat nu niet doen, want ik... En democratie, het alternatief voor de markt... Maar klassiek is voor mij liberalisme niet... zegt hetzelfde als wat je net noemt. Nee, klassiek liberalisme gaat uit ook van de ongelijkheid van mensen. Maar die zegt wel dat de elite een beetje goed moet zorgen voor de mensen. Ja, maar jij gaat toch niet... gelijkheid en gelijkwaardigheid zijn twee verschillende dingen. Mensen zijn gelijk voor de wet, maar niet alle mensen zijn gelijk in hoe ze zijn, wat ze kunnen, wat ze niet kunnen. Nee, precies. Dus daar moet je ook dingen anders organiseren, zodat mensen wel een gelijkwaardige kans dat krijgen. Dat is natuurlijk altijd weer eeuwige kritiek op socialisme, dat er een beetje gesuggereerd wordt dat iedereen exact hetzelfde is, hetzelfde betekent, hetzelfde kan, hetzelfde zou moeten doen. Nee, in de SP zie ik heel veel verschillende mensen. Democratie vind ik ook. Hè? Dus het alternatief van de markt is niet overheid, overheidskapitalisme. De meeste acties die ik heb gevoerd in mijn leven waren tegen de overheid. Dus ik ben niet voor meer regels en meer bureaucratie. En nee. Renske Leijten zit nu met die strijd nu tegen de Belastingdienst. Nee, het alternatief voor de markt is de mensen. Daarom ben ik met het referendum bezig. Daarom ben ik met klokkenluiders bezig. Daarom willen we dat de huurders de baas worden in de woningcorporaties in plaats van de bestuurders. Mensen hebben het voor het zeggen. En dat is ook heel belangrijk als je naar het vroege socialisme kijkt. In de 19e eeuw. De meeste landen in de wereld had je sociaal-democratische partijen waar linkse partijen van zijn afgesplitst. In Nederland had je een socialistische beweging voordat de sociaal-democraten kwamen. Je had eerst Domelen Nieuwenhuis en toen pas Troelstra. En die leerden emancipatie, zelfemancipatie, zelf strijden. Je lot in eigen hand nemen. Niet de politiek uitbesteden aan de leiders van de vakbonden of zelfs aan de politieke partijen. Dat is weer iets wat maar redelijk klassiek liberaal klinkt. Meer dan socialistisch. Nou, Domelen Nieuwenhuis was wel echt een socialist. Dat is waar. Maar ik bedoel, jezelf vooruit helpen is... Ja, misschien... Nee, maar dat is wel interessant, denk ik. Klassieke liberalen accepteren het feit dat er grote verschillen zijn. En zeggen, maar als je dan bij de elite hoort, moet je ook een beetje voor de rest zorgen. Wat ik nou zo leuk vond bij Klaas Dijkhoff, bij de vorige algemene beschouwing, die zei van ja, we hebben altijd gedacht dat grote tegenstellingen goed zijn voor de rijken, maar dan zal er ook de rest mee profiteren. Daar geloofde hij niet meer in. Ja, maar dat is de oerkapitalistische gedachte. Ja, maar liberalen zijn vrij kapitalistisch. Ja, maar niet per definitie. Klassiek liberaal is niet automatisch hetzelfde als kapitalistisch, ja, toch? Maar socialisten willen democratie en vrijheid. Herken jij grote verschillen tussen mensen? Ja, nogal, ja. Maar dat is wat anders dan gelijkwaardigheid. Maar ik denk een klassiek liberaal die wil vrijheid betekent weinig organisatie. Zo weinig mogelijk organisatie. Ik denk als socialist dat je juist heel veel moet organiseren om mensen vrij te kunnen laten zijn. Ik denk dat daar het verschil zit. Als je als klassieke liberaal zegt, we moeten zo weinig mogelijk organiseren, dan hebben de mensen zoveel mogelijk vrijheid en kansen. Ik denk dat dat tot een ongekende ongelijkheid lijkt, omdat de startpositie van mensen heel erg ongelijk is. Mijn idee als socialist is dat je juist als samenleving heel veel moet organiseren. Wonen, dus onderwijs, werken. Je wil een gelijkheid van kansen creëren, juist. Zonder een gelijkheid van uitkomsten na te streven. Nee, daar ga ik niet over. Nee. Dat laatste is volgens mij het eerste, vind ik ook een heel nobel streven. Lijkt me een heel nobel streven voor een overheid. En dat laatste is gewoon levensgevaarlijk. Ja, ja, precies. Kijk, een liberaal die wil het de markt laten doen, het zelf laten oplossen. En jullie willen het regelen. Dat dacht ik vroeger ook wel. Ja, maar niet dat de overheid het allemaal gaat regelen, maar ook. Huurders zijn de baas in een corporatie. Als je een corporaties zijn nooit opgezet door socialisten. Nee, in dit land zijn PvdA'ers de baas in dit. Ja. Nee, maar dat is wel een mooi voorbeeld. Ik was van de week voor een interview met de NRC hier op de Noordoosten Begraafplaats bij Klaas Ris. Liggen ze daar inmiddels, NRC, ja? Noordoosten Begraafplaats. Klaas, het socialist uit de 19e eeuw, die had een woningbouwcorporatie. Die had geen huis. En die hoop mensen in zijn omgeving hadden geen huis. Die hebben toen een woningbouwcorporatie opgericht. En die konden dus betaalbaar gaan wonen. Dat hebben ze zelf gedaan. Vervolgens zie je dat die woningcorporaties zijn verstatelijkt. Die zijn in handen gekomen van de overheid. Nou, dan werden het dus ambtenaren. En vervolgens is ze verkocht. Aan de Chinezen. Ja. Nou, nee, ja. Toen kwamen dus de Maseratis. De mannen met de Maseratis kwamen toen. Ja, dus... de Erik ja, weet kijk, je ook weer. Ja. Weet je wat dan de grap is, Ronald? Dat dan achteraf gemeenten en gemeenteraden, ik zie het in Utrecht ook weer, gaan zeiken dat die huren omhoog schieten. Ja, dan had je het niet moeten verkopen, dat hele complex aan een investeerder. Ja, dat is je eigen domme schuld. Maar goed. En wat dacht je van de energiebedrijven? We moeten dus een klimaatbeleid voeren. We hadden lokale energiebedrijven.
Die waren gewoon van de gemeente. Die zijn gefuseerd en verkocht aan het buitenland. Naar buitenlandse overheden. Dus wij kunnen geen klimaatbeleid voeren, want onze energiebedrijven zijn verkocht. Ja, en weet je wat dan ook nog de grap is met die klimaatbedrijven? Is, ja. Ja, maar Ronald, weet je wat er gebeurt met die bedrijven? En die energiebedrijven. Dan zeggen ze tegen jou, weet je, nou, ik help je met besparen van de energie. En dan kun je €40 per jaar op je energierekening besparen. En het jaar erop gaat die energierekening weer €40 omhoog. En zo blijf ik altijd hetzelfde betalen. Of het is eigenlijk meer nog. Ja. Ja, dat gaat niet lekkerder. Nee. Dus als advocaat van de duivel, is schaalvergroting in met name de energiesector niet een onvermijdelijke uitkomst van de energievraag, energiebehoefte, de wens om samen een beter klimaatbeleid te voeren, zonder dat ik daar voor of tegen ze uitspreek. Als ik duurzaamheidsinitiatieven zie, zijn die meestal heel lokaal en kleinschalig. Ja, dat is niet die geeft Timmermans 800 miljard en bouw maar wat. Nee, dat zijn vaak mensen en gemeentes die het zelf gaan zitten doen. Net als het eigenlijk ooit. Je ziet de cirkels weer helemaal rond. Ja, dus die energiebedrijven die begonnen ooit lokaal. Ja. Maar nou die zijn allemaal overgenomen door consultants en managers en groot verkocht aan het buitenland. En nou hebben we niks, dus nou beginnen we lokaal weer initiatieven te ontstaan. En nou ga ik een bruggetje maken naar de democratie. Niet naar de energieleverancier, maar hoe de democratie functioneert. Ik ben er zelf heilig van overtuigd dat democratie het best werkt in kleine kringen, in eigen regio's. Dus dat een centraal gerunde. Ik ben voor een Europese Unie, een samenwerkingsverband waarin een continent goed probeert alles op één lijn te krijgen. Maar tegen een politieke centraal bestuur, wat de SP volgens mij ook nog steeds is. Of in ieder geval geen pro-EU. Omdat op lokale schaal de democratie het sterkst is. Omdat mensen elkaar kennen, omdat de lijntjes kort zijn, de netwerken zijn beperkter. En die kunnen als groepjes samenwerken met andere groepjes. En je moet gewoon zorgen dat je dat goed doet. Het is ingewikkeld, maar het is waarschijnlijk volgens mij op lange termijn houdbaarder dan een centraal bestuur in Brussel, waar een klimaatpauze wordt aangewezen om voor 800 miljard windmolens in de zee te pleuren. Ja, laatst vroeg iemand mij, waarom zijn jullie tegen Europa? Ik zeg, wij willen juist Europa redden. Niemand is tegen het continent. Zo is het. Maar na de Tweede Wereldoorlog gingen landen samenwerken voor vrede en welvaart. Nou, hartstikke mooi. Die landen gingen samenwerken. Supergoed geluk ook. Eigen democratieën. Dus als de democratie het wilde, dan gingen ze samenwerken. En dan gingen ze steeds meer samenwerken tot 1992, het verdrag van Maastricht. Ja. En in plaats van het proces van landen die gaan samenwerken, dat rustig zijn historische gang te laten gaan, hebben ze dat toen. Is het eigenlijk gewoon gekaapt. En is het gewoon het grote bedrijfsleven. Dus is de Europese Unie gekomen, de interne markt, de euro. En nu wordt er dus een eenheid afgedwongen tussen heel verschillende landen. Dat is het einde van het Europese eenwordingsproces wat gaande was. Het is gewoon gekaapt. En nu krijgen we dus de neoliberale directieven vanuit Brussel. Denk je dat de publieke steun ontbreekt voor deze vorm van EU en munt? Ja, als je het ooit gevraagd. Nou, er is een referendum geweest. Ja, meer dan één. In 2005 hebben we nee gezegd. Ja, goed. En wat ben ik blij dat je het bruggetje maakt, beste Ronald, naar het referendum. Ja. Want je had niet door dat we daar al een hele tijd aan toe onder. Nou, dat had ik al door, maar jij bent nogal lang van stof. Dat klopt. De referendumwet. We hebben natuurlijk wat ervaring als geen stijl met het organiseren van een referendum. In ieder geval daartoe oproepen. Wacht, voor een referendum. Van Harry van Bommel. Die deed goed mee. Ja. En je haalt net het referendum van 92 aan over de grondwet van de Europese Unie. Ben je het met me eens dat dat soort complexe vragen, maar ook een referendum over een handelsverdrag met Oekraïne van 140 pagina's, geloof ik, dat nou niet bepaald geschikt is voor, als onderwerp voor een referendum? Ik denk dat een referendum altijd eenvoudiger is dan een verkiezing. Ja. Je moet dan een programma, een persoon, een ideologie, een partij kiezen. Ik denk dat een keuze van mensen bij een verkiezing altijd veel ingewikkelder is. Ik vind het zo, ik vond het verrassend. Ik wist niet als simpele burger wat er in die EU-grondwet, die ga je niet helemaal uitpluizen. En datzelfde geldt voor dat handelsverdrag. Dus dan komt het uiteindelijk weer neer op die mediademocratie waar je het over hebt. Wie geeft de beste toespraak? Van Bommel deed dat erg sterk, moet ik zeggen. Laten hoor. We de sleepwet nemen. Dat vond ik wel een heel goed referendum. Ja. Waarom? In het Kamerdebat was eigenlijk heel vlak. Wat had eigenlijk weinig diepgang. Tot mijn spijt. De campagne had veel meer diepgang. En dat niet alleen. De problemen die tijdens de campagne naar boven kwamen. Dus niet in het Kamerdebat, maar in de campagne naar boven kwamen. Namelijk het delen van onbekende gegevens met het buitenland bijvoorbeeld.
Dat bleken naderhand ook precies de problemen te zijn die niet geregeld waren. En die nog steeds niet geregeld waren. Dus als ik daar het parlementaire debat en het referendumcampagne vergelijk, dan is het referendumcampagne van een veel hoger niveau geweest dan het Kamerdebat. En is ook veel beter gezien wat de problemen waren met de wet. Problemen die dus ook bleken en nog steeds niet zijn opgelost. Dus ja, en dan komt dat moment had je die media wel weer bij nodig. Ja, maar ik vind de media fantastisch. Ik hou van iedereen. Maar het gaat mij om de logica dat in de media is, als je scoren in de media betekent een eenvoudig probleem tussen bekende mensen met een makkelijke oplossing. En zoiets bestaat niet. In de politiek heb je altijd ingewikkelde problemen met heel veel mensen en een compromis. En dat is niet erg. Alleen als de logica van de markt in het parlement gaat domineren, dan is het niet goed. Kijk, als de logica van het parlement in de media gaat domineren, wordt het ook een saaie boel. Dan kunnen mensen net zo goed die lange debatten gaan zitten lezen. Maar als de logica van de media gaat domineren in het Kamer en in het Kamerdebat, ja, dan verlies je iets. Goed, terug naar dat referendum. Want ja, er was een referendumwet. Die was zelfs door één termijn heen. Maar toen zeiden D66, initiatiefnemer van de wet, GroenLinks en PvdA, ik trek onze handen ervan af. Ja. Die tweederde meerderheid die je nodig hebt die over twee termijnen voor een grondwetswijziging, die was weg. Jij hebt hem toen vol verve een wet staan verdedigen die je zelf nooit had ingediend. Nee. Heeft het niet gehaald, dat wist je ook, maar je hebt het voor de goede eer gedaan. Jij gaat in de laatste termijn en zelfs in je laatste jaar alsnog die referendumwet indienen. Ja. Je hebt een paar punten en een komma en een de en het en een un aangepast. Voor de rest is het de kopie van de wet die de vorige keer niet gehaald hebt. En nu lijkt het erop dat je wel een meerderheid gaat krijgen. Zo is het. Maar waarom lukt dat nu wel? Waarom zijn die partijen die 2 jaar geleden, 1,5 jaar geleden nog nee zeiden, die niet daartegen stemden, jij hem opnieuw indient, waarom lukt het nu ineens wel? Dat snap ik niet. De mode, de geest van de tijd. Ja. En daarom gaat dat zo snel. En de aankomende verkiezingen ook? Je moet volhouden. En wat heel belangrijk is hier, is het belangrijkste argument van de tegenstanders was dat het referendum niet in strijd zou zijn met de parlementaire democratie. Dat was het grote argument van VVD, CDA, maar ook van PvdA, GroenLinks, D66. Toen kwam er een staatscommissie van Johan Remkes. Alle aanbevelingen. En wat deed die staatscommissie? Die zei, onze parlementaire democratie moet versterkt worden. Namelijk met datzelfde correctieve referendum. En eerst was de Raad van State nog tegen, maar die werden ineens voor. Want die dachten, ja, die staatscommissie, dat is toch wel een heel goed argument. Dus ik denk dat dat ook heel belangrijk is geweest. En denk je echt dat daar nog op die manier naar geluisterd wordt? Dat de mode dan dus een beetje apart gezet wordt door degene die de partijprogramma's maken. En toch kijken naar dat oude instituut dat zegt, ja, misschien moet je toch Nou, het argument was niet meer houdbaar. Kijk, het argument was, het referendum is in strijd met de parlementaire democratie. Want dat is indirect en het referendum is direct ingrijpen en dat past niet. En toen zei de staatscommissie, nee, het klopt. Alle referenda zijn in strijd met de parlementaire democratie, behalve dit. Mm-hmm. Behalve het bindend correctief referendum. En dat was mijn wet. Dus die heb ik toen weer getrokken. En toen was het argument weg. Want ja, je kunt niet zomaar tegen een staatscommissie in. Het was gewoon weerlegd. Maar goed, nu ga je hem weer indienen. Ja. Het lukt. He, die 2/3, je krijgt het bij elkaar, heb ik het gevoel. Het is in ieder geval door de Tweede Kamer. Ik ben nu bezig met de Eerste Kamer. Mm-hmm. Dan hoop ik, dat moet gewoon voor de verkiezingen moet dat er doorheen. Ja. En daarna moet het opnieuw. Haal je dat nog? Ja, dat halen we. Maar goed, ja. Oké, en daar komt mijn punt. Ja. En daarna moet het? Nou, omdat het echt zo'n het is nogal een ingrijp in onze Dan moet het terug naar de Tweede Kamer voor 2/3 meerderheid. Je moet de grondwet veranderen. Ja, dat is een tweede termijn. Ja, en daarna moet je een 2/3 meerderheid hebben. En dat gaat nog spannend worden. Goed, dus want dat is mijn punt. Jouw kritiek op vorige partijen was, je haalt hem wel door de eerste termijn heen. En de tweede termijn trek je er ineens je handen van af. Je hebt er nu een iets sterkere casus vanwege die uitspraak van de commissie Remkes. Je gaat het weer proberen en jij bent zometeen weg.
Hoeveel angst zit er voor jou dat jouw kindje min of meer, wat je geadopteerd hebt, zeg maar, dat gewoon vermoord wordt? Dat er straks, want iedereen gaat natuurlijk, ik wil hem dit nog een beetje aanpassen. En de ChristenUnie wil zus en de VVD wil zo. En hoe bang ben jij dat straks, als jij niet meer in die Tweede Kamer zit, want jij hebt je rust nodig en die verdien je ook wat mij betreft, dat jouw kindje vermoord wordt? Dat er een hele andere wet uitkomt? Nou, het voordeel is, hij kan niet meer veranderd worden. Hij kan in twee. Nou, er zitten al wat aanpassingen in, ja, nu, hè, natuurlijk. Nu wel. Dus in de eerste termijn, hè, de eerste keer dat de wet besproken wordt, kan die nog veranderd worden. Straks niet meer. Straks is hij zoals. Dus daar is. Ben jij nog helemaal bij. Nou, dat heb ik nu vastgelegd. Die kan straks niet meer veranderd worden. Maar dat... Het zal wel iemand anders moeten zijn die hem verdedigt. Er is vast een andere SP'er die dat met verve gaat doen. Wie denk je dat het wordt? Dat laat ik aan de volgende vraag. Wie zou je willen dat het wordt? Dat laat ik aan de volgende vraag. Ja, nee. Nooit zo, over af en toe zit er nog wel een politicus in. Ja. Hè? Dat is er, daar ben ik wel blij om. Ja, maar daar ga ik allemaal niet maar je bent niet. Dus dat zit redelijk in kannenkruiken. Dit is het. Denk je dat het gaat lukken, die tweede termijn? Of, want dan hebben we weer een andere golf. Hè? Het hangt een beetje. Kijk, de VVD is tegen. En eigenlijk moeten VVD, CDA en Christen en de SGP moeten eigenlijk niet meer dan 50 zetels halen. Dus ja, tegenwoordig staat de VVD staat zo hoog. Dus even niet doen, VVD stemmen, moet je niet doen. Want dan zijn ze tegen het referendum. Maar ik sluit ook niet uit dat er straks ook nog wel discussie met de VVD mogelijk is. Vooral ook omdat ze nu een vorm van referendum weer in hun verkiezingsprogramma hebben gezet. Ik las het verkiezingsprogramma van de VVD en daar stond weer een ander referendum in. Wat trouwens wel in strijd is met onze parlementaire democratie, maar vooruit. Mm-hmm. Er staat weer een vorm van referendum in. Dus zij willen, ik heb even kort samengevat, zij willen nu ineens weer een soort toch weer een soort raadgevend adviserend referendum. Ze noemen dat een preferendum. God. Als ik het toch preferendum, toch? Het is heel makkelijk uit te leggen. En dat gaat dan weer in tegen wat er dus grondwet. Ja, ze hebben altijd gezegd, wij willen geen referendum, want we willen geen Brexit, referendum. Mijn referendum is geen Brexit referendum. Dus juist geen Brexit referendum. En wat ze nu in het verkiezingsprogramma hebben geschreven is precies een Brexit referendum. Het Brexit referendum was ook helemaal geen referendum. Dat was gewoon de vorige Britse premier, of inmiddels weer twee premiers geleden, die dacht, ik ga hier mijn herverkiezing mee winnen. Juist. Dat was een opportunisme referendum. Ja. Wat tot een onverwachte en voor heel veel mensen desastreuze uitslag heeft geleid. Die voor heel veel andere mensen een soort bevrijdingsmomentje was. Maar het verschil, helemaal, dit was puur een premier die dacht, ik wil de verkiezingen winnen. Dus ik ga een referendum beloven, want dat gaan ze toch niet doen. En toen kwam er in een Nigel Farage. En gewoon de wil van het volk. Want wij weten uit ervaring, niet alleen ons eigen referendum, maar ook dat grondwetreferendum. Iedere keer als er een referendum over something EU is, dan verliest de EU. Ja, en dat komt omdat het in zijn diepste haarvaten ondemocratisch is. Ja. Maar dat Brexit is dus, kijk, normaal gesproken is zo, dan heb je de parlementaire democratie, die doet zijn werk. Dan komt er een wet. En dan krijgt in mijn wet de bevolking de kans om die wet weer in de prullenbak te gooien. Ja. Dus bij de Brexit is het zo dat politici zeggen van, nou, wij weten het niet, dus we gaan de burgers vragen hoe het moet. Dan doen de mensen een uitspraak. En vervolgens gaan ze lopen bakken en laaien en komen ze er niet uit. Nee. Nou, dat is dus en precies niet goed. Oké, okay, maar nog steeds niet klaar. Nee, kun je mij eens uitleggen welke onderwerpen wel in redelijk simpele taal wel en niet geschikt zijn zometeen voor een referendum? Wat is Ja, daar ga ik niet over. Daar gaat de bevolking over. Ja, nee, maar je moet een referendum aandragen. Wat zijn de voorwaarden? Wat is het criteria? Handtekeningen. Hoeveel? Dat moet nog vastgelegd worden. Wat zou jij maar dat adviseren? Is toch een dingetje wat is nog vastgelegd. Ja, er heel veel. Dit is de verandering van de grondwet. Dat er een referendum komt, een bindend correctief referendum. Een groot deel van de uitwerking moet nog na de verkiezingen een uitwerkingsproces. Punt wat ik net probeerde te maken. Ben je niet bang dat er dan toch dingen aangepast gaan worden? Ja, dan moeten dingen aangepast worden. Ja, de hoogte van het aantal handtekeningen bijvoorbeeld moet nog vastgelegd worden. Misschien nog meer dingen. Dan ga ik je kindje. Wat heeft jouw voorkeur? Wat zou voor jou een goede drempel zijn voor een serieus referendum? Want je kan natuurlijk zeggen, ik wil 50 handtekeningen, ik kan een referendum houden. Dat lijkt me een beetje banaal. Ja, ik denk dat daar heeft de staatscommissie een aantal voorstellen voor gedaan. En als dat de uitkomst wordt, dan kan ik daar goed mee leven. Wat was moet ik even precies de getallen moet ik even terugzoeken. Maar dat waren redelijk wat handtekeningen. Maar, Ronald, maar wel te doen. Ronald, er zijn dus toch dingen die aangepast kunnen worden. Waar jij straks vanuit je prachtige appartement hier in Oost alleen nog maar achterover kan zeggen. En dan kun je of handen vrij zitten. Of dat je denkt van ja, fuck it. Daar worden essentiële dingen veranderd. Ja, nou, ik heb al wel weer vertrouwen in mijn vrienden. Ja, maar die zijn niet de enige. Ze moeten compromissen sluiten. Ja, maar dat moet ik ook.
Ja. Maar ben je niet bang dan daarvoor? Nee, ik ben nooit bang. Ik ben nooit nergens bang, want anders dan was ik al lang weg geweest. Wat vind jij geen geschikt onderwerp voor een referendum? Nou, er zijn een aantal uitzonderingen in de wet opgenomen. Daar ben ik benieuwd naar. De monarchie. Helaas. Ja, nee, oh, dat is wel weer jammer. Ja. Ik heb namelijk de wet van PvdA, GroenLinks en D66 genomen, omdat die al een keer... Het is niet mijn wet. Nee. Voor mij mag een referendum over de monarchie komen. Maar er is een lijstje met uitzonderingen. Bijvoorbeeld ook belastingen. Die kunnen dan weer niet... Afgeschaft worden per referendum. Ja, want dan in noodzakelijke belasting is helemaal weg natuurlijk. Als het, Dus er zijn er een aantal uitzonderingen. Zo is er een aantal uitzonderingen. Maar goed. Goed. Je hebt... Is in de huidige nieuwe wet EU-onderwerpen ook uitgezonderd? Ja, dat heeft D66 ingevoerd. Nee. Ja, tuurlijk. Ja. Dat wilden ze sowieso al. Ja. Het zat er wel in. En vervolgens komt er een zekere weblog met een EU-akkoord, associatieverdrag. Ja. En dat is precies wat D66 niet wilde. Dat is een van de dingen waar ik vreselijk van baal. Want die wet is destijds aangenomen. We hebben ook al natuurlijk een raadplegend referendum gehad. Toen heb ik er nog ingefietst dat Europese verdragen onderwerp van referendum konden worden. Dat heb ik toen gedaan, want ze hadden mijn steun nodig van de SP. Destijds was Nisco Dubbelboer daar toch een van de geestelijke... Ja, maar dit hebben wij er toen ingefietst. En dat is super pijnlijk. Maar ja, dat is, je krijgt ook alweer een dikke huid na al die jaren. Ik stond daar in vak A en ja, ik zag het gebeuren. D66 en je hebt de 2/3 meerderheid nodig. Ja, het is eruit gesloopt. Goed. Succes met jouw referendumwet. Ja. Ik hoop dat die komt. Ik ben een groot voorstander van referenda tot op een bepaalde hoogte. Waar is die hoogte? Nou, ik vind dat als jij dat je aan jouw burger heel goed kunt vragen of je meer koopzondagen wil. Of dat jij wil dat de lantaarnpalen om 11 uur of om 12 uur uitgaan. Maar zoiets met dat Oekraïne-referendum, dat vond ik echt... Daar kan ik geen beslissing over nemen. Okay, over jou, wat helaas niet gelukt is, over de donorwet. Terwijl ik een groot voorstander ben van die donorwet, vond ik een perfect onderwerp voor een referendum. Omdat het een simpel ja of nee was. Nou, ik ben het met je analyse eens. Ik ben het ook helemaal niet oneens met die analyse. Want hoe de fuck cares over een associatieverdrag met Oekraïne? Nou, jij hebt er heel lang je druk over gemaakt. Ja, maar niet over het associatieverdrag. Kijk, wij wilden er kwamen bijna tegelijkertijd werd het associatieverdrag met Georgië, Oekraïne en nog zo'n landje daar, maffiastaatje daar ergens in die hoek. Werd aangenomen tegelijkertijd met dat de referendum met van kracht werd. En wij dachten, wij wilden eigenlijk vooral duidelijk maken dat de EU-democratie niet werkt. Dat zij steeds maar uitdijen, uitbreiden, verder gaan, zonder ooit maar te stoppen, over de schouder te kijken. Eens? En tegen gewoon te kijken waar de rest blijft. Loopt het volk nog met ons mee? Of is het volk zoiets van, nou, veel plezier ermee? Of nog erger van, wat de fuck zijn jullie aan doen? Ja. En dat laatste is volgens mij nog het meest aan de hand. Dat bewijzen al die uitslagen. En toen hebben we dat Oekraïne-verdrag gepakt, omdat daar was MH17 gebeurd. Dat was een land waar nog een beetje focus op lag. En het ging niet om dat associatieverdrag. Het ging om het handelen van de EU. Alleen... De les die ik zelf geleerd heb, die we in die periode geleerd hebben, is dat op het moment dat je zoiets doet, dan heeft natuurlijk helemaal niemand het nog over het grotere plaatje wat je eigenlijk neer probeert te leggen. Namelijk, hoe functioneel of dysfunctioneel is de Europese democratie? Maar ging iedereen zich ineens focussen op dat associatieverdrag? En werd er in het verlengde daarvan ook nog geroepen, ja, ze zijn daar Poetins agenda aan het uitvoeren. Maar lieve Bart, je hebt daar absoluut iets neergezet. En dat ben ik op een bepaalde manier ook trots op wat je hebt neergezet. Je hebt daar ook daadwerkelijk wat aangetoond. En je hebt gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer gewonnen. En dat had aan alle kanten heel veel voordelen. Alleen, waar feitelijk het referendum over ging, vond ik geen onderwerp. Ja, hoewel ik wel vond, in de campagne zelf ging het eigenlijk best wel veel over Europa en de Europese democratie. En dat was weer die mediademocratie. En iets wat normaal gesproken, want er is wel een zeker punt gemaakt, dat iets wat normaal gesproken in totale stilte alleen op een soort diplomatiek, Europees, politiek, bureaucratisch level gebeurt, werd nu ineens inzichtelijk voor een veel groter publiek. Eens, wel dachten van, wat zijn we eigenlijk aan het doen? Ja. In een land waar olie- en gasbelangen zijn en waar Amerika een bepaalde rol speelt en waar een Nederlands vliegtuig is neergeschoten en waar Rusland zich mee bemoeit en waar je ook kon zien dat de EU eigenlijk de Russische beer uit zijn winterslaap aan het prikken was om vervolgens te roepen dat de Russische beer een gevaar was voor de EU. Dat is een beetje een kip-ei verhaal. Ik zal die discussie niet nu helemaal voeren, want je kan kiezen aan welke kant je wil staan. Maar
er werd wel iets inzichtelijk gemaakt wat anders volstrekt onzichtbaar bleef. En dan nog kan ik ook toegeven dat dat onderwerp inderdaad het meest ideale onderwerp is voor een referendum. Maar, beste Bart, zeg ik er nog even bij om een laatste veer in je prachtige achterste te steken. Je hebt daarmee ook iets moois blootgelegd. Hoe ging de elite, en dan bedoel ik dan de politiek eventjes mee, om met de uitslag. En de media. En de media. En dat was wel tamelijk briljant om te zien. Die niet wisten hoe ze daarmee om te gaan. Wij zaten eigenlijk een soort van onwetend en tegelijkertijd ook vanuit die prachtige onderbuik van geen stijl toch wel een beetje aanvoelend hoe het zit, lagen wij net iets voor op het Brexit-referendum en ook net iets voor op de verkiezing van Trump. Maar wel in dezelfde lijn van Het ligt in het verlengde van die Nederlands en Brits-Amerikaanse onderbuik, om het maar even zo'n sprongetje te maken. Nigel Farage heeft nog gesproken op ons tijdens onze campagne, 2 dagen voor het referendum. En wij waren. Je gaat me zo niet vertellen dat jij Trump mogelijk hebt gemaakt, hè? Ja, nou ja, zonder geen stel geen Trump, zeggen we altijd maar. Ja, en dat was toch 4 jaar saaie Amerikaanse politiek geworden. Wij houden van een beetje reuring. Wij dachten, die oranje aap, die moet gewoon even 4 jaar in dat kantoor gaan zitten, kijken wat er gebeurt. Ik zag zelfs dat hoe heet die, Gordon, is tegenwoordig en van de vrouwenliefde ook. Weet je, dus hij steekt hem ook maar in de vrouw. Hoe maak je deze sprong? Ja, en hij doet Trump na. Ik ben een held in het sprongjes, maar als je me af en toe laat uitpraten, Bart. Nee, liever niet. Lieve schatten, want de tijd vliegt. We zijn nu alweer toe aan het mooiste onderdeel van de avond. De reaguurdersvragen, lieve mensen. Daar komt hij van Luid Tinken. We zijn allemaal begonnen over het referendum. Nee, Bart, denk jij? Omdat je voor jou een. Hadden we een boek al genoemd? Ja, hadden we ook al. Omdat als jij denkt dat als je ergens 30 minuten over praat, dat je er maar 5 minuten over gepraat hebt. Maar dat geeft niet. Maar we gaan naar de regio. Maar dat is wat Ronald de hele avond al probeert uit te leggen. Dat soort dingen dus juist die 30 minuten nodig hebben. En dan waarschijnlijk nog eens 30 minuten. Maar dat de media alles terug probeert te knippen tot maximaal 5. En dat is al lang. Wij knippen niet, hè? Wij knippen niet. En dan komt vanzelf nog een keer terug. Want nu komen de reaguurders vragen. Ja, want als je uit de kamer bent, dan moet je nog een keer terugkomen. En dan mag je sommige vragen. Dan mag ik ze stellen. Ja, dat is ook goed. Nou, jij mag ook nog een keer terugkomen. Goed. Zo, zijn we er? Jij kan niet meer als je zo gaat beginnen. We gaan niet met dingen gooien, Tom. Nee, ik wou er gewoon mee slaan. Je lijkt wel een communist. Ja, nee, echt. Wist jij dat wij, weet je wat wij hebben in Utrecht? Oh. We hebben, dat zou jou als muziek in de oren klinken, een standbeeld van Che Guevara. Kijk, ja, vroegen ze en dus, van Nijntje. Ja, van Nijntje ook, ja, dat is ongeveer gelijk. Maar toen vroegen ze dus aan die kunstenaar van ja, waarom heb je nou een beeld van Che Guevara gemaakt? Want dat vond niet iedereen even leuk, zou natuurlijk, want dat was natuurlijk een smerige homohater. Maar toen zei die kunstenaar, nee, dat is niet Che Guevara. Dit is een standbeeld van een acteur die Che Guevara speelt. Dat vind ik een goed politiek antwoord. Goed, mogen we nu naar de reaguurders vragen, Bart? Van mij wel, Tom. Wat doe je tegen? Jij, Luid Tinken, vraag voor Ronald, vraag voor chips, nootjes, bier, het Geen Stijl, het Bart Nijman. Ik word niet gementiond, want ik zit niet op Twitter. Hoe kan het dat met een SP'er wel een leuk en goed gesprek te houden is over verschil in ideologie, maar met een GroenLinks'er of D66'er minder? Terwijl de SP ook uit de commiehoek komt. No offense, oprecht interesse, staat er tussen haakjes bij. Dus iemand die D66 is, dus communist. Ja. Dat is ook een stretch. Dat weet ik niet. Oh, nou. Ik heb wel. Kijk, wat altijd helpt als je met elkaar gesprek hebt, is dat je ergens voor staat. Dus ik vind het prettig om met mensen te praten die een beginsel hebben. Die uitgangspunt. Het idee dat vrijheid vrijblijvend is. Nee, juist mensen die ergens in geworteld zijn, die kunnen ook weer met anderen ergens over praten. Dus misschien is dat een reden. Ik vind het serieus wel een hele goede vraag, want SP'ers zijn altijd een stuk benaderbaarder en zelfs minder dogmatisch dan zeker GroenLinks'ers, maar ook wel dan de postmoderne D66'ers. Ja. Maar als ik op congressen rondloop, nu met corona is dat niet, maar als ik op een congres loop van GroenLinks of GroenLinks of D66, dan zie je allemaal dezelfde mensen. En ik vind het wel leuk dat als je bij ons komt, dat je echt wel heel verschillende mensen ziet. Dan zie je, er kan een hoogleraar economie rondlopen, maar er kan ook iemand uit de bouw rondlopen. Maar ze roken allemaal check, toch? Dat wel veel, ja. Ja, wel veel. Allebei overigens. Dus je komt wel veel mensen tegen. Ik moet ook gewoon in de partij, als ik op avonden in afdelingen, daar zit van alles in de zaal. Daar zitten heel veel verschillende mensen. Dus ja, dan moet je dus ook wel. De SP is een bredere volkspartij dan de media je willen doen geloven. Ja, er loopt bij ons van alles rond. Ja.
Ja, wat ik behalve leuke leuk beestjes. Terwijl iedereen die bij D66 zit voor KPMG werkt. Iedereen, wie? Hè? Ja? Ja, echt allemaal. Je moet maar eens uitzoeken hoeveel Kamerleden consultant zijn geweest. Dat is schrikbarend. Bij de VVD zo'n beetje allemaal. En bij D66 toch ook? Tuurlijk, maar iedereen is bijna consultant geweest. Maar zijn Kamerleden ook niet een soort consultants? Nou, soms wel, ja. Nou, ik vind het vaak... auditors. Je hebt volksvertegenwoordigers en ik-vertegenwoordigers. En ik-vertegenwoordigers zijn Kamerleden die het podium gebruiken om zichzelf te presenteren. Dat past bij die moderne tijd van Twitter en Facebook, waar ze zichzelf kunnen profileren. Ja. Wanneer je komt Dylan Jezeros toch weer een beetje in beeld, die gewoon haar kamerpositie af en toe ook wel een beetje lijkt te gebruiken om Dylan Jezeros te... Ja. En dat mag van Kees Berghuis, omdat ze er ook nog leuk en representabel uitziet. En best een vlotte babbel heeft. Goed. Ja, en ik mag dat niet. Ik heb nog een A4'tje aan vragen, hoor. Dus we gaan er even een beetje op tempo doorheen. Van nickname reaguurder Hoeri Harry. De oude mediareflex van Tom. Sorry? Overal. Hoeri Harry. Oh. Grote zit je nou weer doorheen te tetteren? Ik vind het gewoon leuk om jou te pesten. Ja, nee, dat weet ik. Dat mag ook. Dat, mag ja, dat ook. Is ook leuk. Ja, dat is ook absoluut heel leuk. Hoeri Harry, wat zin in een. Rijd je in een Lada of in een Trabant? Mijn vader was vrachtwagenchauffeur en ik heb geen rijbewijs. Nou zeg. Oké. Okay. En dan kan ik een mooi verhaal houden dat het uit principe is en voor het milieu. Maar ik ben gewoon twee keer gezakt. En toen zei de instructeur die mij toch geld aan mij verdiende, die zei, meneer Van Raak, ik zou hem opbouwen. Ja, nou, dus ik ben dus de enige keer die geluisterd heb. Ik ben een fervent fietser. Heel goed, heel goed. Oké. Okay. Van Patrick, zonder klinkers. Ik heb er 3 voor Ronald, maar ik heb er 2 uitgehaald. Hoeveel moties heb je ingediend sinds het begin? Ik ben geen grote motie-indiener. Dat was de vraag verder niet. Daar weet ik wel heel veel. Heel veel? Ja. Of meer dan 100? Ja. Meer dan 200? We hebben het over 16 jaar, hè? Ja, hoeveel debatten heb je nou wel niet gedaan? Ja, jij was erbij. Maar ik doe lang niet elk debat. Ik dien lang niet elk debat een motie. Ik ben niet een grote motie-indiener. Je hebt ze niet voorgedrukt klaar liggen, net als Geert Wilders, de motie van wantrouwen. Kijk, vaak komen moties. Kijk, je hebt lobbyisten. En die benaderen dan een Kamerlid. En die geven dan een pakketje met informatie. En wat je dan kan zeggen. En wat achtergrond. En een motie. En als je dan een beetje lui Kamerlid bent, of je makkelijk laat beïnvloeden, dan zeg je, oh, dat is handig, dan heb je je debat al voorbereid. mijn Kamer is een lobbyvrije zone. Ze komen er niet in en ik praat ook niet met ze. Okay. In het begin zijn ze daar heel boos om geworden, waren mensen gewoon echt heel boos, gewoon diep beledigd. Maar als ik een motie indien, bedenk ik het zelf. Okay. Hoeveel van je moties zijn er aangenomen, van die hoeveelheid die je niet meer kunt herinneren zoveel? Nou, best wat. Eentje, zal ik eens eentje noemen? Ik ben ook woordvoerder Antillen. En ik heb ooit een motie ingediend om een onderzoek te starten naar de verbondenheid tussen de gokwereld en de politiek op Curaçao en Sint Maarten en Aruba. En de premier van Curaçao zit in de gevangenis. De belangrijkste politicus van Sint Maarten zit in de gevangenis. De oud-minister van Financiën zit 28 jaar in de gevangenis. Er zitten heel veel politici. Ja, het is toch meer of meer een vereiste om daar in de politiek te komen, dat je lichtelijk crimineel bent. Maar je kan dus, soms zijn er moties voor de buren, maar dit is een motie die echt heel veel invloed heeft gehad en er ook voor gezorgd heeft dat een paar hele grote boeven in de gevangenis zitten, zodat ja, de andere politici op de eilanden weer wat meer ademruimte hebben. Oké, okay. Goed. Van Twents neukkevertje. Ik verzin ze niet, hè? Dit is beste Ronald van Raak. Kunt u een succesvolle socialistische heilstaat noemen, heden schuine streep verleden, waar wij als Nederland een voorbeeld aan zouden kunnen nemen? Nee, de meeste okay. landen die zich socialistisch noemen, daar zou ik binnen no time in de gevangenis zitten. Als je kritisch bent. Ik ben ooit 1 keer in de DDR geweest, in 88. Toen was ik wezen liften. Net op tijd. Ja, Lada-avond. Toen was ik nog, volgens mij was ik nog op de... Nee, toen was ik, ging ik met een vriend naar de DDR, gingen we liften. En dat was in 88. En toen ben ik binnen een half uur opgepakt door de groene politie. Dat was een bijzondere ervaring, want dat is natuurlijk een wereld die verdwenen is. Maar ik werd opgepakt, in zo'n trabant gestopt. En dat was wel grappig, omdat wij erin zaten, konden er 3 anderen niet meer in. Dus die moesten naar huis lopen. En dan kom je in zo'n DDR-gebouw, in zo'n lege kamer met een lampje. Echt zoals met een tafeltje en 2 stoelen. En daar hebben we heel lang gezeten, in ieder geval naar onze idee. En...
Weet je, dat is toen hebben ze een fotorolletje eruit gehaald. Uit was het foto, toen had je nog fotorolletjes. En daar hebben ze lang over gedaan. En toen zijn we terugbegeleid naar, naar West-Duitsland. Ja. En toen kwamen we onderweg, dat is echt waar. Toen kwamen we nog die mannen tegen die terug moesten lopen. Dat heb ik nog naar gezwaaid. Maar je kan er dus geen één noemen. Nee, maar dat stemt mij vooral. Nee, maar het aardige is, kijk, wij hebben ons socialisme. Ik wil een socialisme in Nederland. Er is, met die noemer, zijn er de meest vreselijke, bloedige dictaturen zijn er gesticht. Ja, daar heb ik niks mee te maken, daar wil ik niks mee dat te maken. Dat verft u verre van u. Nou ja, dat zijn landen waar ik binnen een half uur in de gevangenis zit. Ja, daar heb ik niks aan. Ik kan niet in een socialistisch land leven waar ik binnen een half uur in de gevangenis zit. Nee, dan is de lol er snel af, kan ik je vertellen. Ja, na een half uur. Het is goed. Van Mokro 070. Nee, dat is Ahmed. Is dat Ahmed? Ahmed Arab. Ja, is dat mag je niet vertellen. Ja, dat heb je niet aan geheim. Ik heb nu gewoon een regulersnaam verraden. Ja, waarom stemde Ronald Verraak, ondanks dat hij een tegenstander is, uiteindelijk toch voor de WIF? Hé, hey, ik weet niet of het zo is, maar... Nee, we hebben tegen de WIF gestemd. Oké. Okay. Alleen, een aantal jaar later, wij hebben tegen de WIF gestemd, tegen de WIF, de Wet Inlichting Veiligheidsdiensten, tegen de sleepwet. Alleen, door de kritiek, er is ook heel veel kritiek gekomen op die wet in de campagne. En op een aantal punten, kleine punten, heeft de regering gezegd... die kritiek respecteren we en daar gaan we de wet aanpassen. En toen is er een aanpassingswet gekomen en die heb ik gesteund... omdat het een hele kleine verbetering was. Oké, okay. Fair enough. Ook soms. Pluk, pluk, niet één, maar twee. Kijk. Pluk, pluk, twee. maar dit hebben we eigenlijk al een beetje besproken... maar welke rol speelt de media in onze democratie en is dit de goede? Ja. Nou, daar heb je dus de logica van de media... die botst op de logica van de parlementaire democratie. Maar aan de telefoon zei je, toen we een voorgesprek hadden... ik wil geen vooropgezette spelletjes. Wat bedoelde je daarmee? Ik heb vaak... Niet vaak. Soms heb je interviews... en dan heb je journalisten... die willen per se een bepaald verhaal vertellen. En dan willen ze dat jij... daar een citaat bij geven, dat jij dat gaat vertellen... of dat ik een bepaalde mening ergens over heb... omdat dat past in hun artikel narratief. Of hun ding, wat ze voorbereid hebben. En dan gaan ze gewoon een hele nare uitzending maken... en dan vinden ze gewoon dat ik dat moet gaan zeggen. En als ik dat niet zeg omdat ik dat niet vind... dan gaan ze gewoon naren zitten doen. Dan denk je, ja, nodig me dan niet uit. Je kan toch ook iets vertellen, dan doe dat dan lekker zonder mij. De open vraag. Als je mag mij uitnodigen, je mag mij alle vragen stellen. Alles. Dan gaat vervolgens ik over de antwoorden. En mijn enige eis is dat je geïnteresseerd bent. Want waarom zou je me uitnodigen als je niet geïnteresseerd bent? Nee, maar dat is een beetje het dingetje. Je ziet het bijvoorbeeld ook bij documentaires. Maar je ziet het inderdaad ook in reportages. Dat je hebt verschillende manieren om daarin te fietsen. Je hebt de Sunny Bergman manier. Ik wil aantonen dat Zwarte Piet racisme is. Dus ik ga anderhalf uur achter elkaar plakken... van alleen maar mensen die mijn verhaal bevestigen. Je kan er ook instappen en zeggen... ik wil kijken of iets zo is en daardoor een aantal open vragen stellen... waardoor ik uiteindelijk de kijker laat beslissen waar hij het mee eens is. Daar zit een groot verschil in. Waarom vinden mensen dat het racistisch is? Waarom vinden mensen het zo leuk om Zwarte Piet te spelen? Nou, dat zijn twee dingen. Dat zijn twee interessante perspectieven. En als je die bij elkaar kan brengen, weet ik zeker dat je een leuke discussie hebt. Dat denk ik ook. We gaan naar Nuuk. Op dit specifieke onderwerp denk ik dat al een tijdje niet meer. Maar nee, dit is verziekt. Ik snap je punt. Dit is verziekt, ja. Nuuk vraagt, Nuuk met een N van Nico. Ik zou graag eens een degelijk betoog willen horen waarom de SP niet samengaat met GroenLinks en PvdA. Ik kan hele goede redenen bedenken hoor, maar ik wil het wel eens hardop gezegd horen van een SP'er die inderdaad een prima parlementariër is. Kijk. Complimentje nog even erbij. Er wordt heel veel geluld over linkse samenwerking. Maar je hoort nooit iemand over... rechtse samenwerking. Boudewijn. Waarom? Ja. Rechtse partijen werken gewoon samen, als dat in hun belang is. Ik vind dat linkse partijen... ik wil met elke partij samenwerken als dat in ons belang is. Ik wil ook met linkse partijen samenwerken als dat in ons belang is. Maar elke seconde dat er gesproken wordt over linkse samenwerking... wordt er niet samengewerkt. Is een rechtse partij misschien wat pragmatischer... en zijn de meeste linkse partijen op jullie misschien na wat ideologischer? En zijn jullie aan de linkerkant de meest pragmatische die ertussen zit? Goeie vraag, Tom. Wij zijn ideologisch, maar in onze ideologie ook weer heel praktisch. Of pragmatisch? Ja, kijk, als we iets kunnen bereiken... als ik iets kan bereiken, ga ik iets proberen te bereiken. Maar waarom zou je het niet doen? Klopt het een beetje dat D66 links, GroenLinks... links
meer ideologisch is? Nee, dan helemaal niet. Nee? Nee, dat zijn dat de surfplank-liberalisme. Links is wel een stuk drammeriger dan rechts. Ja. Ik denk dat rechts eerder een laissez-faire hanteert, ook ten opzichte van elkaar, dan links. Links nou, wat, is toch misschien beetje... ook, wat misschien ook is, kijk, wij gaan heel erg uit in onze analyse van sociaal-economisch perspectief. En minder van het cultureel perspectief. Dus als het gaat om roken, dan zijn we minder voor dat we mensen grote campagnes, maar gewoon zorgen dat die sigaretten uit de winkel verdwijnen. Productiekant aanpakken, meer dan consumptiekant, om maar eens iets te noemen. Sociaal-economische analyse. En op rechts heb je ook veel mensen die vanuit de andere kant ook een sociaal-economische analyse maken. En daar vind je elkaar veel makkelijker op dan in allerlei culturele tegenstellingen. Maar jij zou dus eerder liever de productie van sigaretten verbieden dan het volk ontmoedigen om te roken? Nee, kijk, er wordt bij sigaretten worden zaken gewoon bedrogen. Ja, daar worden dingen ingestopt die gewoon extra verslavend zijn. Er wordt allerlei testen die worden omzeild. Eens. Dus dan moet je dus dat, als je dat regelt, dan moet je daar bij die productiekant zijn. Lekker dat is, joh. Nee, Tom. Oh. Ik ga maandag weer proberen te stoppen. Luister goed naar het volgende wat ik zeg. Zij die zo opgeven van hun eigen cosmopolitisme koesteren vaak een abstracte solidariteit met mensen in Afrika of Afghanistan, maar hebben een angst voor mensen en hun opvattingen uit de achterstandswijk een paar straten verderop. Wie heeft dit gezegd? Dat kan ik wel eens wijs zijn. Dat was jij, ja, in je eigen boek. Op zoek naar vrijheid en filosoof in de politiek. Ja. Sta je er nog achter ook? Klopt het? Wat bedoelde je ermee? Nou, dat solidariteit moet niet alleen moreel zijn. Dat je je moreel solidair voelt met de hele wereld. Dat moet ook praktisch zijn. Dan moet je ook solidair voelen met mensen in Nederland die het moeilijk hebben of die anders zijn. Dus niet €15 overmaken naar een stichting of zo. Ja, maar zelf wat doen. Ja. Maar nou, ik woon in de binnenstad van Utrecht en ik krijg ze continu. Wilt u lid worden van de AIDS-vereniging? Ja, ik heb geen AIDS, dus waarom zou ik er lid van worden? Wilt u lid worden van dit? Wilt u lid worden van dat? Ga eens een keer zelf wat doen. Ga zelf eens vrijwilligerswerk doen of wat dan ook. Ja, daar kan ik me wel in vinden. Wat wil je zeggen, Bart? Nou, die quote die zou ook van Martin Bosma kunnen zijn. Echt waar? Ja, vind ik wel. Omdat Bosma ook tegen de cosmopolieten, tegen de abstracte elite, tegen de abstracte solidariteit, tegen dat vrome, schijnheilige deugen. Deugen is een beetje een doodgeslagen woord, maar je weet wat ik bedoel. Bosma zou dit ook gezegd kunnen hebben. Want ik denk dat Bosma dit namelijk ook denkt. En als ik dit wil omdraaien naar een vraag. Ik denk dat Bosma inherent iets minder geeft dan mensen in Afrika en Afghanistan. Voel jij wel de solidariteit met de rest van de wereld? Of met het lijden van de mensheid? Of met de struggles van de mensheid? Ja, socialisme, dat is altijd internationaal. Dus dat is, ik voel me solidair met mensen in de hele wereld. Maar tegelijkertijd zeg je dat er te veel mensen in dit land zijn die zo met zichzelf bezig zijn dat zij hun betrokkenheid bij mensen in Afrika en Afghanistan te veel veinzen. Waar Bosma zou zeggen, fuck mensen in Afrika en Afghanistan, laten we eerst voor onze eigen mensen zorgen. Zeg jij, als je dweept met mensen in Afrika en Afghanistan, zorg dan ook dat je het meent. Leg ik het zo goed uit? Maak er niet een soort morele verhevenheid van. Juist, ja. Terwijl er verder niks gebeurt. Ja, maar ik ben voor eerlijke handelsverdragen, voor betere handelsverdragen. Ik ben voor andere economische verhoudingen. Ja, Bosma is vooral tegen de NPO. Ja, ja. En tegen... Overigens volstrekt mee eens ben. Voor de blanke boeren. Oké, moet je opletten wat er nu gebeurt, Ronald. Dit is een gevaarlijk moment. Beste Bart, heb je nog iets wat je wil vragen? Je kan het nu nog, daarna... Ik had er één, maar ik ben hem kwijt. Dan laat hem liggen. Ik hoor ze achter. Ja. Kijk me nou niet te lang aan, want dan verzin ik iets anders. Nee, precies. Beste Ronald, we zijn aan het eind van de avond gekomen. Dan is de vraag altijd, heeft u het gevoel gehad dat u alles heeft kunnen zeggen? Of wilt u nog wat kwijt? Hij gaat op het einde van de avond altijd weer voervoyeren. Ja. Ja, nee. Het verschilt hoeveel vragen gedronken. Vragen worden gesteld door jullie. Ik vind het prima. Ik heb het reuze naar mijn zin gehad. Oh, dat ben ik vond blij. Vond het heel gezellig. Ja, dat is ook fijn. Vond de vraag ook leuk. Ja, ik heb nog wel één vraag. Ja? Wat ga je nou straks doen? Ja, dat weet ik nog niet. Ga je even niks doen? Even sabbatical? Nee, ik ga iets doen. Ga je aan de achtergrond van de SP wat doen?
Ga je jongens begeleiden, nieuwe mensen? Dat lijkt me leuk, sowieso. Ik weet niet wat ik ga doen. Ik ga proberen zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan. Maar wat het precies is, als ik dat nu al te veel mee bezig ga, dan kan ik nu mijn werk niet meer doen. Dus nee, dan ga ik ga dat echt doen. Ik ga dat snel doen. Ik denk daarover na. Maar ik heb nog geen concrete plannen. Zien we je nog een keer als je gestopt bent straks? Blijf je een beetje in beeld? Word je een gezinsman? Want ik kan me voorstellen dat ze thuis bij zichzelf... Er liggen hier nog wat klusjes die de afgelopen 16 jaar niet heb kunnen doen vanwege je drukke kamerwerk. Nou, als Priti nu kijkt, valt ze van het lachen van de bank. Priti, mijn vrouw. Wat een mooie naam. Die komt uit India. Oh, wat goed. Een Indiase vrouw. Laat maar. Dus die valt van de stoel van het lachen. Die laat mij absoluut geen klusjes doen in huis. Nee? Wat een goede vrouw. Ja, dat zou impliceren dat ze zelf wel zou doen. Hey, ik ben één keer bij je thuis zachte keurig uit. Mag ik één... Je weet hoe het gaat, Tom. Ik weet er altijd nog eentje te verzinnen. Tom vraagt, heb je het gevoel gehad dat je vanavond alles hebt kunnen zeggen? Ik wil hem uitrekken naar die 16 jaar. Heb je het gevoel dat je in de kamer wel hebt kunnen doen wat je daar wilde doen? Ik wil het werk is nooit af en zo, dat soort clichés. Maar heb je het gevoel dat je in ieder geval wel iets bereikt hebt dat het nut gehad heeft? Dat het zowel voor jezelf voldoening heeft gegeven als dat het iets bijgedragen heeft aan onze prachtige parlementaire democratie? Het is elke dag, en dat meen ik echt, het is een feest. Het is zo'n mooi beroep. Het is zo mooi, het is echt ontzettend leuk. En je kunt als Kamerlid ook echt dingen bereiken. Alleen dan moet je soms 10 jaar over doen. Maar het kan echt. Het kan echt. Je kunt echt dingen bereiken. En daar, ja, dat is gewoon ongelooflijk leuk. En dat ga ik ook vreselijk missen. Maar het is zo. Want als ik nu nog 4 jaar doorga, dan loop ik de kans dat de sleet erin komt. En daar wil ik voor zijn. Je hebt mensen die te lang blijven. Dat wil ik niet. Ik wil niet eens de kans lopen dat het gebeurt. En dat is de reden dat ik stop. Stop op je hoogtepunt. Ja. Maar dan hopen we dat je dus wel dus voor de verkiezingen die referendum met nog door de Eerste Kamer krijgt. Want dan heb je wel een hoogtepuntje bereikt. Dat moet. En als dat niet lukt, moeten we 49 zetels halen. Want ik ben samen met Emiel Roemer lijstduwer. Jezus Christus. Die stopt als burgemeester, begreep ik. Hij zit nu in Alkmaar. Hij is voorzitter van een of andere commissie. Ja. Nee, maar hij doet het wel heel goed. Burgemeester. Ik was en ben een groot fan van Emiel Roemer. Emiel, er waren problemen. En toen was hij nog burgemeester in... hij is vervangend burgemeester. Hè? Nu in Alkmaar. Hij was vervangend burgemeester in Heerlen. En ik had een gesprek met hem. Hij zei, ik moet terug naar Heerlen. Ik zeg, waar moet je zo laat nog in Heerlen? Ja, ik moet nog wat voetballen met wat jongens in de buurt. Dus hij had je afgesproken. Er waren jongens, er waren problemen, blijkbaar. En dan ging hij s'avonds mee voetballen. Los van dat hij een aantal fouten heeft gemaakt en dat hij ook in de campagne is te hoog gepiekt had, vond ik dat hij het over het algemeen goed gedaan heeft. Hij heeft de partij stabiel gehouden, had een bepaalde vorm van menselijkheid. Ik had ook het idee dat er rust in de fractie was. Ja, klopt dat? Niet in het partijbestuur, maar in het partijbestuur konden ze zijn bloed wel drinken, want dat was veel te lief. Ik denk dat het een betere burgemeester dan partijleider is, laat het zo zeggen. Nou, het was de eerste SP-burgemeester. Ja. Ik heb een trui voor je. We gaan de donkere dagen in. En we hebben er dit keer opgezet. Mildheid en banaan. Dat is... Dat kun je... poëtisch, zullen we maar zeggen. Ja, die past wel bij de filosoof van Raak. Lieve mensen, mocht u ook zo'n leuk shirt willen hebben... dan kunt u dat krijgen door geld over te maken... als u naar de website gaat. www.stijloos.tv. Er staan allemaal hartstikke leuke shirtjes op. En mocks en paperclips en niepmachines en alles. Oh ja, dit boek kunt u ook krijgen. Ik hou hem lekker bij me. Hartelijk dank. Ik heb weer een gratis boek. En jij een trui. Fijn dat je er was, Ronald. Dankjewel. Dank voor je open gesprek. Dankjewel. We zien elkaar de komende maanden nog wel, ook tijdens de campagnes. Ja. En ik hoop daarna eigenlijk ook nog wel. Fijn politicus, dankjewel. Bart, ook bedankt. En lieve kijkers, volgende week zijn we weer. Dan is het volgens mij maar over 26 november. Ja. Ja, dan is het 26 november. En dan hebben we de meest begrijpelijke econoom van Nederland. Hij zit elke dag op BNR. En hij komt voor de tweede keer bij ons aanschuiven. We gaan dan 1,5 uur over politiek, of nee, over economie praten. Dames en heren, volgende week om 9 uur. Chips, nootje, bier met Kees de Kort. Doei!